Doe het. In gesprek met Bert, Bert Brussen. Ja, hallo Patrick. Kikken. Goedemiddag. Uh, we zijn een beetje van dezelfde generatie. Jij bent van 75, ik van 74. Ja. Uh, ben je ook zo teleurgesteld? Over wat? Over alles. Ja, over alles in het algemeen op deze leeftijd. Je, ja, sowieso hoort dat, want we zijn van de generatie X. Die uh, zijn cynisch, dus die vinden sowieso alles kut. Maar, maar uh, zoals het nu is, het is een beetje in de jaren negentig opgehouden met ja. leuk zijn, geloof ik. Hè? En uh, toen, toen uh, uh, was het. Maar ja, dat, is dan, dat was ook de tijd van onze generatie. En daarna ging het eigenlijk hard bergafwaarts. Ja. En, en hoe uitzicht dat dan bij jou? Is dat een van de redenen waarom je van Nederland verhuisd bent? Dat je teleurgesteld was hier in, in alles? Naar Nederland heb ik sowieso altijd al kut gevonden. Ten eerste het, ten eerste het weer uh, en het klimaat, als het koud en regen. En als het zomer is, dan is het ook ineens koud en regen. Mm -hmm. en ik ben altijd een fan geweest van de zon. Want uh, wintersport en dat soort shit, heb ik, daar heb ik nooit van gehouden. Dus ik, ik heb nooit van, van sneeuw en ijs gehouden. Uh, verder Nederland is natuurlijk. Ja, ik ben opgegroeid uh, uh, op de Veluwe in de jaren tachtig. Uh, en, en dat was. Uh, de Veluwe in de jaren tachtig was toch een soort, ja, uh, toch een, soort nee, toch een soort 1583 nog steeds ja. qua, qua bekrompen normen en waarden. Dus dan word je daar op een gegeven moment ook wel ziek van. En dan uh, uiteindelijk ga je dat toch ook wel heel erg voelen dat Nederland toch een heel vervelend bemoeizuchtig moralistisch kutland is. En is dat waar je nu woont anders? Ja, dit is hier, ja, hier is het heel anders. En als je hier dan gaat wonen, merk je pas hoe erg dat was in Nederland. Ja. Je hier, hier stap je dan een bus in en dan voor het eerst. Ik, word, ik heb ook tien jaar in Amsterdam gewoond, maar dan stap je een bus in en dan denk je van hé, hey, ik ben helemaal niet bezig met opletten om me heen. Ja, ja, ja. En heel relaxed. En ook, uh, je merkt hoe je ook hier als Nederlander uh, daar toch nog mee bezig bent. Dat, dat misschien wel andere mensen op me letten, terwijl hier de mensen hier die. Die zijn echt zo uh, niet bemoeizuchtig dat het meer het omgekeerde is van Nederland. Onverschillig. Ja, dit is na onverschillig ze zijn uh, van oudsher al en dat heb je in Portugal ook. Zijn ze heel wantrouwig tegenover de regering, dus ook tegenover buitenstaanders. Dus ze hebben ook absoluut geen zin om, om uitnodigend te zijn. Dus ze zijn heel erg gericht ook op hun privacy. Uh, dus je hebt hier niet. In, dat is natuurlijk heel Nederlands, dat je s'avonds uh, je gordijnen open doet, zodat iedereen kan zien wat een gave boekkastje je hebt <laughs> en, een mooie, en een mooie zitkuil. Dat heb je hier niet. Dit is echt een land van, van rolluiken en kleine raampjes en zo. Mensen ja. willen helemaal niet dat je naar binnen kijkt en uh, je kan ook niet echt goed mingelen. Je, ze zijn niet echt dat, je, dat, uh, dat, ze, uh, dat ze zeggen welkom, leuk dat je er bent. Maar als je dan hebt uh, voorgesteld en tussen bent, zijn ze heel gastvrij. Maar het is nul bemoeizucht. Het is echt in Nederland, als je dan. Ja, probeer maar uit. Als je gaat, gaat lopen met je veten los. Binnen 10 minuten ja? acht mensen die zeggen: Hé, hey, je veten zit los. <laughs> Terwijl jij dan zegt: Dat weet ik, maar ik loop gewoon graag met mijn veten los. Waar bemoei je je mee? En dan ja. moet je uitkijken dat je niet uiteindelijk iemand hebt die. Ja, je neerslaat om je veten te gaan strikken, ja. want je mag niet zomaar met je veten loslopen in Nederland. Ik had en het gisteren nog hier... Bert. Oh wat dan? Nou, ik... veel... Nee, je woont in Amstelveen, toch? Nee, Vinkerveen, maar ik, ik ja, liep ja. door de action. Daar kom ik graag, want dan heb ik toch nog een beetje het fuck you uh, gevoel naar de maatschappij toe, en ja. het kapitalisme. En ja. ik liep daar met een karretje met 15 celebration dozen. Ja. Uh, want die waren in de aanbieding. Ik denk dat het is leuk om uit te delen. Nou, hoeveel commentaar je dan krijgt van iedereen? Ben nee, je? Ja, ja, ja. Dit, dit bedoel ja. ik dus. Dat zie je echt. Dat zou je echt absoluut niet gebeuren. Is echt de, de, de gedachte dat je een onbekende in de supermarkt aanspreekt op wat hij koopt, ja. dat is hier echt, ja, dat zou echt, het is een, een doodzon. Ja, maar dit is dus wat ik bedoel. Dat heb ik ja. ook al eens eerder in interviews gezegd. Ik was een keer, Dat was voor, uh, de, ik geloof ik, de VOX, dat is zo'n Nijmeegs studentenblad. Of uh, moet ik zeggen, het universiteitsblad. Het studentenblad heet anders. Maar uh, iemand die me interviewde. En dan vertelde ik dat van ja. Uh, ik, ik ben bemoeizigd zat, dus ik wil emigreren. En toen gingen we een foto maken, dus moest ik op straat poseren. En toen liepen er dus drie mannen langs, die dan ook zo... Hé, hey, hey, kijk, hey, hij moet poseren, hij is vast in interview. Toen zei ik ook van, ah, dit bedoel ik dus. En dat is echt... Ik kan me herinneren dat ik een keer, dat is al, al 30 jaar geleden of zo, of 20 jaar geleden, moest ik een, uh, een toen woon ik nog in Wageningen. Toen moest ik een strijkplank kopen, dus ging ik naar de blokken, strijkplank. En dan liep ik weer terug naar huis met een strijkplank. En toen liep ik over de markt. En er zaten mensen. Toen wist ik. Nu gaat iemand een opmerking maken over mijn strijkplank. <laughs> en ja hoor. Hé, hey, ga je strijken? Ja. Dat, je, dat je denkt van. Het is zo triest. Ja. Dit is toch raar dat je iemand ziet met een strijkplank. Dat je daar dan een opmerking ja. over wil maken. Want ja, als die strijkplank koopt. zal hij waarschijnlijk wel gaan strijken. Dat ja, is waarschijnlijk ja. ook de reden. Het dat, dat is bij jou net zo. Wat, wat ja. heb je ermee te maken dat jij. 15 of desnoods 1500 dozen Celebration koopt. Dat, 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 ja. bedoel, nee, dat viel ah, me weer op. Maar Bert, ik, ik, uit de psychologie moet ik dan toch denken waar je, je aan stoort bij anderen, heeft ook iets met jezelf te maken. Hè? Nou, jij, en zeg ik, dat. jij en ik zijn ook mensen die overal iets van vinden. En dat Heel ook erg. nog graag opschrijven en zeggen in podcasts. Nou, dat is, uh, dat, is, dat is zoiets. Dat ik op een gegeven moment, vroeger schreef ik meer collins, op een gegeven moment dacht ik van. Ik, van wat is nou mijn grootste ergernis aan columnisten is dat ze zo moralistisch zijn. Ja. Dus dan lees je je eigen columns terug en denk van ja, weet je, dat, ik, ik doe dat zelf ook. En eigenlijk sinds die tijd ben ik dat steeds minder. Ik ben uh, nou niet meer. Ik ga nooit meer een column schrijven waarin ik zeg: foei, schande. Dus dan denk ik van ja, wie ben ik eigenlijk om dat te zeggen? Dat is wel, uh, ik heb daar wel al twintig jaar over nagedacht. Vroeger, toen ik twintig was, was ik enorm fan van Joep van het Hek. Uh, terwijl. Ik ben erover nagedacht van, van wat doet Joep van het Hek eigenlijk? Ja, dat is, dat is echt een dominee. Die gaat op, op een podium staan... en die zegt van, dit is goed en dit is fout. En iedereen die, die doet wat in zijn oog fout is... die, die scheldt die uit. En ja. dat vinden we dan grappig. En Nederland is het natuurlijk het enige land waar we dat grappig vinden ook. Dat kun je geen enkel ander land uitleggen... waarom is Joep van het Hek grappig. En toen ben ik er steeds meer over gaan van ja, uh, eigenlijk is het wel ook raar... dat we dat dan leuk vinden. Um, uh, want, nou, we herkennen onszelf erin, toch? Ik, we zijn allemaal wel ja, een, maar, al een maar, beetje precies, Joep van het Hek. Precies. En, daar, en maar tegelijkertijd dacht ik ook... Van, ja, wie is Joep van het Hek dan dat te, om dat te bepalen? Ja. En hoe kan het dat we dat ons daar aan verhouden? Want heb destijds... Ja, Bukkler. Ineens ging, wilde niemand meer in Nederland durven te te drinken. Ja. Waarom? Omdat ja, gewoon iemand op een podium een Bukkler heeft uitgescholden. Die zei dan, ben je een bukklerlul. Dat vinden we kennelijk zo erg dat iemand anders dat vindt... dat we dat niet meer durven. Dat vond ik wel... Uh, ja, dan moet ik wel over blijven nadenken. En dan kom je ook wel op jezelf terug. Van, ja, maar ben ik dat niet zelf ook? Ben je niet als columnist? Uh, ja, Want voor welke krant heb jij geschreven, Bert? Nou ja, uh, vooral online hoor. Ik heb vooral ook ook, ja. Ja, een krant Ja, tijd samen met uh, Thomas, Thomas van der Dunk. Ja. Dat was een beetje, ik moest dan rechts en hij moest dan links. Dat was na een jaar wel zat. Dat zouden meer columnisten moeten doen, dat ze na een jaar zichzelf zat zijn en weer uit de krant gaan. Ja, nee, nou, ik ben, ben er zelf ook al wat nadenken. Ik schrijf natuurlijk die columns voor spreekbuizen en ik merk dat het vuurtje, nou ja, het, is nog, het brandt nog wel, maar het is, niet meer, het is niet meer zo aangewakkerd als, laten we zeggen, een paar ja, jaar geleden. Ja, maar die columns voor Spreekbuis, dat is wel echt een expertise. Je schrijft gewoon over media en. en Vooral over de NPO, maar over radio en over media. En dat is, dan heb je, dat is natuurlijk wel een vast expertise op een site. die er ook voor bedoeld is. Dus dat kun je dan nog heel lang volhouden. Maar ik vond het op een gegeven moment. Ja, je wordt gewoon moe van je eigen mening. Dus je denkt van <laughs> ja, je zit uiteindelijk zit je toch de hele tijd ook weer. lees je terug, zit je toch naar jezelf te kijken. die zijn vinger op, opsteekt met een wappervinger. Maar uh, vooral net als alle andere mensen met een wapper in de vinger. Dan denk je, ja, ik moet mezelf toch elke keer proberen heruit te vinden. En daar. Iets, in elk geval iets leuks van te maken, iets anders. Ja. En dat heb je nu gedaan, of dat anders doe je al een hele tijd. Hè. Waarom is TPO er eigenlijk? De post online? Nou ja, het is eigenlijk als grapje begonnen. Grap? Uh, 2000, 2009, dat was toen. Uh, zaten we nog wat dieper in het debat waar we gekant tegen Francisco van Jole van de Vara, die uh, natuurlijk uh, 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 de, joop die oer geen stijl haatte, dus die begon toen. Uh, werd duidelijk dat hij een eigen, eigen ding zou krijgen, een eigen site bij de Vara. En daarvan werd bekend: van ja, we willen echt een soort, soort tegengewicht voor geen stijl maken. Dus het moet gewoon vooral gaan om fatsoen en dat soort gelul. En toen hebben wij gezegd: oké, okay, als hij dan iets, iets opricht dat de Joop heet, dan doen wij iets dat de Jaap ja. heet. <laughs> dat bestaat niet waren... meer, toch? Nee, maar er waren dan wel uh, pak een beetje honderd mensen online die dat grappig vinden. Dus dan ga je met z'n allen ga iets maken en dan. Doe je dat een paar maanden en dan blijkt er toch wel markt voor te zijn. En toen ben ik dat zo uh, gaan uitbreiden. En toen heb ik gezegd, nou, we kunnen er wel ook iets serieuzes van maken. En toen kregen we bij 2013 van uh, Vereniging Veronica. Dus dat is de vereniging achter Veronica, die nog, nog 150 miljoen euro heeft of zo. Die hadden een vehikel uh, waarmee ze uh, media dingetjes financierden. Mm -hmm. Dus die wilden daar dan ook wel wat geld in steken. En ja, Toen hebben we dat zo eigenlijk geprofessionaliseerd tot, tot wat het uh, nu was, de post online. Maar ik moet zeggen dat het door de jaren heen veel meer naar toch een beetje te rechts is afgegleden. Dan word je toch een soort, soort domrechtse spreekbuis. En dat wil ik ook niet meer zijn, omdat sinds corona ben ik er ook wel moe van geworden, moet ik zeggen. Ja, waarom? Het is wel, nou, het is wel allemaal uh, in een soort, soort complothoek terechtgekomen. Ja, en, dat en ik doet kan de, daar niet zo... mee. Nee, ik kan daar ook niet zo goed tegen. Je hebt daar nee. meer, meer huid voor. Want jij kan ook uh, lange Frans interviewen. zonder dat je, daar, dat je daar heel erg moe van wordt. Ja, nee, ja, ik ben daar gewoon benieuwd. En dan, en dan zie ik inderdaad dat die apenstoont binnenkomt. En, en, en zijn volgende pret-sigaret <laughs> alweer bij zich heeft. En je ziet, gewoon, je ziet gewoon hoe bij die jongen. softdrugs toch zijn hersen hebben. <laughs> ja, aangetast is een groot woord. maar in ieder geval beïnvloeden. En... Alhoewel bij Frans. Voor zover ik hem ken, is dat wel weer iemand bij wie dat ook allemaal kan zeggen. Dat is dan wel Ja, die moet alleen maar om lachen, ja. Maar De hij zinste. zei, ook, dat vond ik het mooiste uitspraak in dat gesprek toen. zei hij van nee, maar uh, vroeger rookte ik wiet, maar daar werd ik paranoïde van. Dus ik rook nu hash. Terwijl, dat, je... scheelt, dat scheelt een hoop. <laughs> je gaat googelen, hash dat is natuurlijk nog veel sterker. Maar goed, het gaat even om jou, Bert. Uh, jij bent dus niet Nederland uitgevlucht omdat je hier te veel vijanden had. Online nee, of hoor. zo. Nee hoor, nee. nee. Want je hebt wel nee, ooit eens iets we, we, van een rechtszaakje gehad, toch of zo, 10, 20 jaar terug, weet ik het niet? Nee, dat was, dat was toen, uh, was iemand op Twitter die had een doodsbedreiging geuit aan Geert Wilders. Ik geloof dat het iets, zijn tweet was, ik loof een zak geld uit voor wie de keel van Geert Wilders van links tot rechts doorsnijdt. Hmm. Uh, en die, die tweet had ik dan een screenshot van gemaakt en op mijn eigen webblogje gezet. Uh, met daarboven de tekst, zo ziet een doodsbedreiging in Wilders eruit, zo ongeveer. Okay. Of zo, doodsbedreigen, Wilders doe je zo. Uh, en dat had de politie uh, gezien, dus die belde mij van... ja, je moet, je moet dat weer weghalen van je website. Want dat is ook, uh, dat is het faciliteren van een doodsbedreiging. Mm. Toen zei ik van, ja, ik vind dat censuur, dus ik ga dat niet verwijderen. En toen heeft het OM uh, een onderzoek inderdaad naar ingesteld omdat ze vonden dat, uh, ook naar die, die Twitter, hij is wel ook uiteindelijk echt veroordeeld tot een taakstraf vanwege de doodsbedreiging. Maar mij hebben ze dan ook onderzocht of ze, of ze me konden vervolgen, want ze vonden dat het opnieuw openbaar maken van een doodsbedreiging ook een doodsbedreiging is. Hmm. En ik heb dat altijd geweigerd en dat is uiteindelijk geseponeerd, omdat ze inderdaad, uh, uh, ja, de context van mijn weblog was natuurlijk dat het inderdaad juist het omgekeerde was. Dat ik alleen maar liet zien hoe het werkt en dat het daardoor... Uh, niet een expliciete doodsbedreiging aan het adres van Wilders kon zijn. Oké. Okay. Hé, hey, de Tapio podcast. Je neemt de mok, die uh, neem je nu ter hand. Uh, dat is een succes. Die afleveringen worden zo'n 10.000 keer per, uh, ja, per, per uh, podcast gedownload. Sweet, uh, uh. Waarom, is dat ja, ja, Hoe, waarom is dat zo? Geluisterd. Ja, precies. Waarom is dat zo'n succes? Goeie vraag. Maar dat was echt vanaf de eerste keer een succes. Uh, dit, is, dit is echt zoiets. Van die, van die gouden dingen waarvan je niet weet waarom het succes heeft. Ik weet nog dat, dat Roderick, die, die zei. die kenden we al, dus daar gingen we wel eens mee naar de kroeg. En die zei: ja, Is het niet een goed idee om voor uh, Tepio ook een podcast te maken? En Roderick, dat wist ik niet, maar dat blijkt een enorme audio nerd. Dus die zit thuis in zijn vrije tijd. Zat hij al jarenlang elke dag. Ja, een beetje met, 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 met radiootje te spelen, zal ik maar zeggen. Uh, ja, dat herken je vast wel. Hm. Uh, en. Uh, uh, die zei, ja, ik heb thuis dus gewoon een radiostudio. Dus ik kom een keer langs. Nou, dat hebben we, hebben we gedaan een pilot. Nou, dat was echt uit de losse pols. En Roderick en ik was eigenlijk ook meteen uh, chemie. Dus dat was meteen, ging we eigenlijk meteen goed zonder problemen. Dus toen hebben we die podcast online gezet. Nou, er kwamen eigenlijk direct ook goede reacties op. Ja. En toen zijn we ermee doorgegaan zonder dat, dat je echt. We hebben eigenlijk nooit. Gedacht van ja, wat, wat, wat ze eens gaan doen, of, of uh, het, laten we concept zus of zo maken. Het was echt, we gaan zitten en we gaan praten. Nou, Dat ging helemaal natuurlijk zo. Maar het ja. het ja. succes is ja, nee, dat weet ik niet. Dit is natuurlijk, er zijn natuurlijk veel dingen die succes kunnen zijn. Wat vind je zelf het succes ervan? Nou, wat ik eraan hoor, is dat er liefde en aandacht in gestopt wordt. En dat, dan, dan is al een kleine formule voor succes. Hoe Roderick monteert de fragmenten van tevoren en zo, hè? Die, die laat hij ook aan jou horen. Ja. En, ja, het is voor mijn succes dat ik de mensen over hoor praten. En uh, Rob Stenders, we kennen hem allebei. Dat is uh, een, uh, nou, mag ik toch gewoon een vriend noemen? En die is iedere keer uh, vol lof over jullie. Hij luistert het altijd. Ja. Ja. Uh, hij, als, als, als jullie dan weer iets over mij hebben gezegd, zegt hij daar. Nou, ja, ze hadden het weer over weet je. Dus <laughs> het gaat over de tong. En dan is, dat is ja. voor een teken ja. dat mensen er aandacht aan besteden. En dus ook dat je ambassadeurs krijgt voor je podcast. Die zeggen, die zou eens moeten luisteren. Ja, ja. maar de vraag is wel waarom. Want dan een succes is zijn... En dat, is, dat is een soort X-factor, volgens mij. Ja, en een ander geluid. Wil jullie durven ja, dingen wel het beestje wel bij de naam te noemen? Zou dit, zou dit bij NPO uitgezonden kunnen worden s'nachts om een uurtje of uh, twaalf, of misschien s'avonds laat? Of... Ik en velen met mij vinden van wel. Uh, maar jij kent de NPO beter dan ik. Dus, dus je kan het beter aan jezelf vragen. <laughs> ik bedoel, ja, nee, ik, ik denk dat de NPO, zoals die nu is, dat ze nooit aan zou durven. En dat, dat, dat heeft niet eens, denk ik, met aandurven te maken, maar ook uh, met... Ja, ze willen je ze willen gewoon niet, omdat ja, dat geluid is terecht, weet je wel. Het zit in de verkeerde hoek en dat willen ze niet faciliteren. Terwijl jullie Thierry Baudet en zou toch echt wel flink aanpakken. Bedoel, nou ja, dat het... is... Bedoel, we zijn echt niet... niet ja, maar ja, we zijn ook pro-Trump altijd geweest, weet je maar we zijn gewoon kritisch als het kritisch moet zijn. Ik, vind, ik zeg altijd, ik ben helemaal niet per se recht. Ik ben, gewoon, ik ben gewoon wat ik wil. Maar ja, dat is in Nederland natuurlijk al snel... word je op de rechtse hoop gegooid. En dat ja. is uh, een geluid wat ja, nou ja, in, bij de NPO niet per se uh, te horen valt. Bovendien, die NPO zit natuurlijk gewoon met omroepen. Dus dan kan dat alleen weer als je aan een omroep verbonden ja. zit. Dus die moet dat dan weer... Die zou dat dan weer uh, moeten opnemen in het programma. Maar ja, dat, wie zou dat willen doen? Dat wil ook geen omroep, want als je dat wel doet... Ja, je weet zelf, hoe lang, ik weet niet hoe lang jij... Want het was Trost destijds, toch? Dat je zat? Ik heb voor de Trost, de Vara en later Veronica gewerkt. Ja. En, uh, maar je weet ja, zelf hoe dat gaat. Ik weet <laughs> hoe het. leuk dat is. <laughs> ja, want jij hebt toch ook bij Radio 1 nog een tijdje programma gedaan, hè? Met, met wie was dat en voor welke omroep? Dat was Afro, of Tros, Afro-Tros, maar Afro van oorsprong. Dat was met Jan Mom op vrijdag. Er, vrijdagmiddag live heette dat, geloof ik. Dat werd ook live opgenomen in, hoe heet die kroeg op het Rembrandtplein, hoe dan ook, in Amsterdam, in een openbare uh, gelegenheid. Um, en dat was, uh, eindredactie was Niels Wensing. Uh, en Niels Wensing is, is wel vrij rechts ook, dus die, die kende mij al. Die was ook fan van Geen Stijl en dat soort dingen. En die had destijds, hadden ze, wilden ze een, een pool van, van journalisten die meningen gaven. En daar zat ik dan ook bij, dus dan kwam ik één keer in de zes weken of zo. En toen zeiden ze van, ja, uh, Justus van Oel had een wekelijkse column, maar die ging een paar weken op vakantie. Dus toen heb ik, ben ik ingevallen voor Justus van Oel. En die columns die ik toen deed, vonden ze wel leuk. En toen zeiden ze, wil je niet gewoon elke week een eigen rubriek. Nou, dat heb ik dan wel een paar jaar gedaan. Dat was wel leuk. Ja. Uh, maar dat is ook zo. Je, je hoort van anderen hoor je dan niks. Terwijl, je, terwijl weet je, die Niels Wensing en anderen zeiden ook van... ja, op zich wat je doet... dat, dat, dat zouden ook andere omroepen moeten interesseren. Er zouden ook andere radiobasen moeten zijn... die je dan eens een keer zou moeten uitnodigen... om, om, om verder aan je te vragen. Maar dat, dat doen ze gewoon niet, omdat je gewoon niet... Ja, je bent, gewoon, je bent gewoon in bad standing, weet je wel. Je bent gewoon die foute twitteraar van geen stijl en zo. daar willen ze liever niet. Nee, dat is gewoon niet, je hoort er gewoon niet op die manier bij. Hm. Dat is een beetje, een beetje het probleem. Maar Lucas de linkse lul, dat ben je toch al lang niet meer? Nee, maar geen stijl is echt een, echt een, uh, een no-goal voor, 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 voor velen. Voor, voor sommigen juist niet. Die vinden echt, al geen stijl geweldig. Maar dat is wel een. Uh, nee, daar, is, daar hebben ze wel moeite mee. Ja. Maar zou jij, want jij laat je ook nog wel eens kritisch over de NPO uit. Ik ook. En ik weet wat voor een gevolgen dat heeft. Dan kom je op een soort blacklist terecht. Ja, sta, je, sta je daar inmiddels ook op? Uh, vast. Ik heb <laughs> al lang. Ik, de laatste keer dat ik iets voor de NPO deed, dat was. Uh, even kijken. Uh, hoe heet die? Uh, Jeroen Pauw, die moest om zo'n thema-uitzending presenteren... Van de, van de NTR, geloof ik... of de, of de NPS, naar de NTR is dat, hè. Uh, want dat moet hij van zijn contract... moet hij dan, moet hij dan twee of drie keer per jaar... zo'n verschrikkelijke NPO-thema-avond... presenteren. Uh, en toen belde hij mij... en toen zei hij, ja, het gaat over... Uh, ja, over, over... het ging ook, ook zo'n vreselijk jeuk-onderwerp... over fatsoen en onfatsoen, weet je wel. Over oh. huftes en niet zoiets. Oh, ja. en, uh, en hij belde en zei, hij, wil jij niet... Uh, wil je niet ook dan een keer in de redactie gaan zitten, omdat om om het misschien, want als, misschien dat jouw inbreng daar toch dan eens een keer iets anders uitkomt. Uh, toen zei ik dat is goed en nou, ik kon daar ook wel wat geld voor krijgen. Uh, en toen ging ik daarheen en het was echt ja, erger dan ik had verwacht. Dan, je, je komt toch gewoon bij een redactie. En die redactie bestaat uh, uit, uit zes oude dames die. die, die, die Eén dag per week werken en daar een fulltime salaris okay. voor betalen. En een eindredacteur die. Uh, uh, werkelijk niet geïnteresseerd is in de inhoud. maar die wordt betaald om een programma te maken. Uh, en, en, en dat merkte je ook aan alles. Het was echt van ja. oh, we moeten weer een thema-uitzending maken. Uh, en, en, en die mensen, die redacteuren die er werken. die, uh, die komen niet verder dan heel veel sum. Dus, dus zei: nou, we gaan een scholierendebat. En dat werd dan een scholieren van de school in het gooi. En dan uh, verder, ja, dan uh, een rapper. En dan misschien kunnen we dan iemand van geen stijl vragen. En toen zei ik ook van, van ja, maar, dit is toch allemaal, allemaal cliché. Dit is, dit is dus weer de publieke omroep. Ja, dat vonden ze echt... En ik heb een, een half uur heb ik ze helemaal afgefikt. Dat ik zei, van, doe het eens gewoon helemaal anders. Ja. Doe vooral dit niet en doe het zo. Uh, dat viel duidelijk niet in goede aarde. Het was niet echt de bedoeling dat, dat iemand... zomaar even kritiek kwam leveren. <laughs> uh, goed, ik daar nooit, nooit meer op van gehoord. En ik heb daar toen wel een uitgebreid artikel over geschreven. En dat, werd, dat sloeg nogal in. Dat werd veel gedeeld. Dus dat hebben die mensen ook gelezen. Dus ik denk niet dat ik ooit nog welkom ben... <laughs> wat dat betreft. Nee. En, en toen uiteindelijk het programma werd echt precies... Uh, nou, waar Jeroen Pauw me voor belde. Het is precies de geëikte clichés. Ja. Een debatje met scholieren... En een rapper die, die, die misschien willen kwetsende dingen rapt En ik geloof Marianne Puttdeksel-Zwageman, die, die uh, dan uh, ging zeggen: Al oh, geen stijl is wel oké. Okay. En, uh, en dan verder, ja, uh, het is eigenlijk onfatsoenlijk en verhuftering in de maatschappij. Het, het is een soort cliché. Wat je inderdaad... ah, ik, ik, wist, ik wist dat niet. Ik had nog nooit meegewerkt aan een NPO-televisieprogramma. Ah, je weet gewoon niet wat je ziet. De, de uitgeputte, uitgebluste. Ideeën, armoedige verzameling aan uh, aan, aan die echt uh, gewoon gesubsidieerd twee uur per dag gaan lunchen. Oh ja, ja, en werkelijk ja. totaal niet geïnteresseerd zijn in, in een programma. Gewoon echt niet nee. die, die zeggen gewoon letterlijk: ja, het is gewoon mijn werk. Ik je het gewoon weer naar huis en oh man. Ja. man, man, man. Maar je zegt nu Marianne Putdeksel-Zwageman, begrijp ik dat jij niet zo'n fan van haar bent? Dat het was kan niet, maar nu helemaal niet meer. Dat het tegenwoordig uitkomt aan, aan anti-corona wappie-geleuten. Ja. Wat is dat man, toch? Is, is dat allemaal een roep om aandacht? Want je ziet, je ziet ja, ook cabaretiers. Ik heb geen idee, Patrick. Echt... Weijers en zo, waarvan je denkt: ja, maar waarom doe je dit, man? Wat, 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 wat loop je toch allemaal te roepen? Je? je denkt: wat ja, is nou nee, echt? maar niet alleen cabaretiers. Het, je ziet ook slimme mensen. Nou ja, uh, dat, is, dat is echt. Je, ik, ik weet het gewoon niet. Ik heb, ik heb sinds die coronacrisis is best wel veel misgegaan. En, en, het zegt dat, dat, en ik zit natuurlijk veel online. En uh, social media is alleen nog maar complotdenkers. Het zijn er zoveel no. dat je daar echt soms er Helemaal koud van weg. En dan gaat nou ja. het niet om, om, om kritiek, maar. Bert, daar uh, is uh, vanuit de psychologie natuurlijk ook weer een, een, een verklaring voor. Die mensen zijn gewoon bang. Alleen die durven niet te laten zien dat ze bang zijn. Ze zijn bang nee, dat ze. Ja, exact. Ze raken hun inkomen misschien kwijt of gezeiken. Ze hebben geen optredens meer. Dus gaan we maar springen we ja, maar over die angst heen. En dan doen we maar alsof de wereld de ja, grote, boze buitenwereld is. Dat is echt het idee van als we maar roepen dat het niet zo is, dan is het niet zo. Ja. Weet je wel, ik, maar. maar maar wel, toch, wat ik zeg, uh, Ad Verbrugge, een filosoof, die heeft ook de Nieuwe Wereld TV ja. op YouTube. En het, en het is een hele, dat is een hele slimme jongen, die weet alles van, van Heidegger. En als je alles van Heidegger weet, kan ik je vertellen, bij is een hele slimme jongen. Hij uh, is echt, echt iemand die heel veel visie heeft op onderwijs. Dat is echt een hooggeleerd iemand. Maar die is ook, als hij over vaccinaties begint, denk je ook van... Wat zeg je nou toch? Hoe kan dat nou toch? Ja. Weet je wel? Apart, hoe, hoe is dat toch mogelijk? Ja. Maar, maar goed, het, 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 uh, uh, en Marianne Zwageman die is, die is nog een gaatje erger. Die zegt: uh, Ja, dat is een soort, soort halve uh, lange Frans uh, geworden. Hmm. Zijn die mensen niet gewoon allemaal roemverslaafd? Ik vraag me dat soms ook wel eens af. Ik, heb, ik, heb, ik moet er in de ook wel ja, op letten. Ja. Weet je, als ik iets, iets ja. schrijf waar heel veel mensen op reageren, dan denk ik: Oh, de volgende keer wil ik dat weer. En voor je het weet, kom je, zwem je zelf in een fuik terecht. Wil je alleen nog wat dingen gaat schrijven waar veel reactie op komt of waar je veel likes op krijgt en heel goed ja. dat is echt dat zo zie ik het ook en dat is dat is iets wat ik wel veel wat ik in heel veel dingen zie en zeker aan de rechterkant hè. je is destijds nou, zeg maar vanuit na, na de dood van fortuin en toen het internet opkwam zijn er natuurlijk heel heel veel uh, rechtse dingen zijn er ontstaan op het internet ook, ook uit uit frustratie van uh, de mainstream media die te weinig geluid geeft uh, en je ziet Zeker nu met die coronapandemie is inderdaad dat die, die, die verslaving aan die likes... ...de verslaving aan de views, is iets wat heel snel insluit. Ja. En, en daardoor loop je heel snel het risico dat je... Dat je dus al heel snel je, je toevlucht maakt tot dat soort dingen. Tot nog schreeuwerige koppen. Tot nog radicalere uh, teksten. Tot nog radicalere ideeën. Dat is iets waar Thierry Baudet bijvoorbeeld verslaafd aan is. Ja, dat, is ja. dat is nou echt iemand die verslaafd is aan de roem. En die roem krijg je met ophef. Hoe meer ophef, hoe meer roem. En, ja. uh, en dat is wel... Ik denk dat is dat voor, voor heel veel mensen ook wel is echt een verdienmodel is. Omdat je ziet dat al die luid dat, dat uh, uh, Blackbox en dat café Weltsmatch ja. en, en FVD. Al die videokanalen die, die worden heel veel bekeken. Dus dat levert, levert geld op, dat levert likes op. Uh, en ik denk dat dat wel een onderdeel ervan is. Dat is de, de, daar, en dat is wel iets wat echt, volgens mij, ook heel snel onder je huid en onbewust pik je dat mee en raak je dat, raak je dat niet meer zo kwijt. Dus het is goed dat je zegt: van ja, ik, ik denk daar ook aan. Um, dat heb ik ook. Ik denk van, je, moet, je hebt al heel snel ook de neiging als columnist om uh, te vaak het woord ik te gebruiken. Mm. Uh, en, en net een iets grotere foto erbij te willen plaatsen. Ja. Weet je? Want dat is, is toch iets. Iidelheid. Die neiging, ijdelheid, is ja. iets wat je niet snel kwijtraakt. En dat is heel moeilijk om, daar, om daarbij te blijven. En ik denk inderdaad dat corona. Um, ja, voor veel van die mensen heeft dat natuurlijk heel veel mogelijk gemaakt. Ja, maar het geeft wel aan, Bert, hoe, hoe grenzeloos dat dus is, blijkbaar dat egoïstische gedrag. Want het gaat hier over mensenlevens. We hebben het hier niet even over een tv-programma afkraken. omdat je weet dat zoveel mensen dat gaan delen. of een politicus door de, door de stront halen. Nee, we hebben het hier gewoon echt over mensen die doodgaan aan een virus. Ja, en zelfs ja, dat ja. gebruiken om maar likes te scoren en om maar in de aandacht te komen, ja. Ja. Maar ik denk ook wel dat het echt geloven. Ik bedoel, echt? ik denk dat die dat, dat, zoals Baudet of, of, of Neem lange Frans. Weet je. ik denk wel dat die mensen geloven echt dat uh, een virus vergif is. Of en dat er. Het dat vaccin bedoel je? Het vaccin. Zo, ja. dat, dat het vaccin vergif is. Of dat er. Uh, ja, Wie zit er achter? De Illuminati of het Wereld uh, Economisch Fonds? Dat het echt een soort geplande ding is. Maar jij had ik wel, wel ja. daarvoor kunnen kiezen, Bert. Om te denken: van nou de post online gaat uh, twee keer zo goed scoren. Ik zie het Sietske maar uh, ik... Sietke terug. Die laat ik nee, uh, nee, maar ik dat ik voor kronschrijven. Ik heb echt uh, een andere keuze gemaakt en dan wist ik ook van dit gaat me heel veel kosten en dat heeft me ook heel veel gekost. Ik ben natuurlijk uh, radicaal op moment ik, toen ik zag dat, dat Thierry Baudet uh, de wappiekant op ging, ben ik echt, want ik ben altijd een nou, toch wel een, een, een FVD-verdediger uh, geweest. Ik vond het altijd wel een goede, leuke partij en een goede, goede, goede uh, leider. Ik had, had Baudet altijd wel hoog zitten, ik dacht van, nou dat is wel. Uh, de nieuwe fortuin. Dat vind ik wel iets wat, wa, waar, waar Nederland recht op heeft in de politiek. En dat, dat sinds die WAPI ging, ben ik, ben ik anti-FVD gegaan. En, en ja, dat natuurlijk 70, 80 procent van mijn bezoekers waren, waren pro-FVD. En, en dat heeft me donaties gekost, het heeft me abonnees gekost, het heeft me lezers gekost. Uh, ja, dus... En, en dat is bij de podcast net zo. We, we, Roderick en ik zijn inderdaad... Nou, eigenlijk elke podcast zijn uh, gematigd pro coronabeleid beleid en groot voorstander van vaccineren, duidelijk anti-Baudet. Nou, als je ziet wat er voor reacties erop komen, uh, je moet dat er wel voor over hebben. Ja. En ik, maar ik, dat, dat ik ga niet, ik zou dat, maar dat heb ik nooit gekund. Ik kan niet iets maken waar ik niet helemaal achter sta. Dan, dan, nee, dat, dat, dat voelt me niet goed bij. Hmm. Dan is het ook niet leuk om te doen. Maar ja, als je het elke dag moet doen, dan moet je het, moet je het wel leuk vinden, anders dan red ik het ja. niet. Dan, want als ik geld had willen verdienen, dan had ik jaren geleden al, al een soort, dan moet je dan moet je iets, een soort links nieuwsite met heel veel uh, 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 ver, ver, deugen en, ja. en verbinding en dat soort gelul. Dat, dat werkt echt heel goed. Je ziet ook, ja. Ja, neem neemt de correspondent. Weet je, dat is een, een succesverhaal. Maar ik, ik zou niet, ik kan niet, dat soort dingen kan ik niet. Dan ga ik niet dat zou ik verschrikkelijk vinden. Zou jij dan gewoon gesubsidieerd moeten worden, eigenlijk? Omdat je een tegengeluid geeft? Of? Nee, dat, dat lijkt me nog erger. Ja. Dat, dat, als ik gesubsidieerd iets gesubsidieerd maak, dat lijkt me echt, uh, althans wel, weet je, ik bedoel. Kijk, een miljonair je volgt, of zo. Die, die, jullie, jullie nee, dat, dat is wat, wat al. Als iemand zegt: uh, ik geef je geld, uh, sponsor, en, en, maar je, je mag maken wat je wil, uh, dat is prima, maar ik zou niet. Dat als de overheid zou komen, ja. weet je, van we gaan je, want we gaan je sponsoren, dat zou ik niet lekker bijvoelen. Want dan heb je toch het idee, ja. Op een dag belt iemand zich, ja, ik ben van de overheid. En we hebben geluisterd. We zouden <laughs> toch op prijs zijn, weet je. Terwijl, terwijl ik ook niet zo. Ik, ben ook, ik hoor ook niet bij de, bij de groepering die uh, oprecht gelooft dat, dat de NOS elke week uh, met de overheid overlegt wat ze moeten gaan brengen. Dat denk ik niet. Ik denk dat de NOS. Op zich redelijk afhankelijk is. Uh, in elk geval, en de kleuring die de nos geeft aan het nieuws, die komt van die mensen zelf. Het is niet iemand die ze dat influistert. Maar ik zou dan niet, je kan niet uh, journalistiek doen en vrij zijn en, en, uh, en, en zeggen: ik ben, ik ben onafhankelijk en vrij en tegelijkertijd geld van de overheid aannemen. Ja. Weet je, dat is natuurlijk een beetje. Uh, en dat kan wel getrapt hebben. Als, als je, ik geloof dat. Als je bij, bij een omroep zit en je maakt radio's, zoals jij het vroeger deed... Ik, ik, ik denk niet dat, dat jij ooit op het matje wordt geroepen van... Uh, van uh, dit en dit mag je niet zeggen, want, uh, want onze leden weet je, die worden boos. Of, of de minister van Media wil dat niet horen. Maar, of, de, maar ik had het gelukkig... De gaafste dingen kon ik natuurlijk s'nachts doen, omdat er dan toch al die zenderbaasjes. Ja, luistert, luistert niemand wat je zeggen. Ja, dat waren er nog aardig wat, maar die, die zenderbaasjes lagen allemaal op één hoor. maar, nee, maar, kijk, maar die, die zenderbaasjes, die, die zeggen dan: We hebben het gezien met, met Timur, hè? En die, en die, ja. uh, en die uh, hoe heet je al Alles, Alles. Die zei: Dit en dit mag je niet zeggen. Maar ja, dat is dan, heeft dan niets te maken met subsidie. Dat heeft dan te maken met ja, de commerciële verbinding of in elk geval de afspraken die, 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 die zij dan heeft met die, met die platenbazen. Hmm. Uh, en dat is wat anders. Maar ik denk niet dat je, dat je ooit uh, ja, dat de overheid zich ooit gaat mengen met wat DJ's zeggen in, in, in radioprogramma's. Ik denk niet dat ze dat veel kan interesseren. Nee. Maar wat is er dan wel mis met het NPO-model zoals dat nu is? Daar zijn, zijn we, wat, dan zijn we het toch ja, over eens? Dat dat die, ja, dat, dat, nee, maar, systeem, dat, het, dat is zo ouderwets, dat werkt niet meer dat die omroepen zijn gebaseerd op stromingen in de samenleving die ja. er gewoon niet meer zijn. Ik bedoel, ga maar na, de, de Tros, waar jij verwerkt van oudsher, ja, dat was de, de liberale, een, een liberale vleugel. Ja. Weet je wat, dat waren mensen die gek waren op Ed Nijpels destijds. En dan moet je toch denken aan, aan ja, mensen die van Dixieland houden en in de Wassenaar wonen. Net als de, Afro, hè? de Afro's. Ja. Ja, Hans van der Tocht... dat is toch mensen die, die voor een lol... op een sloep naar het Prinsengrachtconcert gaan... de witte wijn drinken, de babyboomers. Maar dat is toch geen... er geen, is toch niemand meer die zegt... oh, ik word lid van de trossen of van de Avro... want ik voel me zo liberaal, weet je. En dat is, dat is natuurlijk een, een verzuiling... die gewoon niet meer bestaat. En er is natuurlijk ook sowieso niemand meer... onder de tachtig die nu nog lid wordt... van een omroep. Bedoel, je had natuurlijk nog wel uh, destijds... Uh, BNN... weet je wat toen Bart de Graaf nog was... Daar zijn natuurlijk jongeren lid van geworden. Maar het is... Ja, ik bedoel, je, je schaamt je nu toch... Als je ooit als jongeren lid bent geworden van BNN. Als je nu kijkt naar wat BNN-VARA produceert... Dat is toch niet dat je denkt... Oh, god, voel ik me even vertegenwoordigd als jongere. Ja, vind je en dat niet? Is, nee, dat is echt... Alles wat die Patrick Lodi is... Dat is, een soort, dat is ook een soort deugverschrikking. Die nee. een, soort, een, soort, een soort, soort poging waagt... Om, om, en, om aan de hand van, van, van NPO-maatstaven iets iets fatsoenlijks te maken, en ja, dan gaat het al mis. Ik vond uh, uh, Bart de Graaf destijds, wat, wat BNN in de eerste dagen, dat vond ik echt fantastisch. Ja, ja dat was baanbrekend. Dat, dat was echt goud. Ja, Doe, maar datzelfde dat echt... geldt toch eigenlijk ook voor Paul de Leeuw. Ik bedoel, begin jaar ja, 90 ja, bleef ja, ik precies. voor Paul de Leeuw thuis. Ja, dat. Ja, nu denk je ook... Oh. We maar weer. echt, nee, de, de, de schreeuw van de leeuw. Ja, fantastisch. Dat was, fantastisch. Had, dat was, dat was gewoon, gewoon. Ja, dat was ja. waar het om draaide. Dit ja. snoeiharde grappen. Ja. Je, met, 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 die uh, kept, uh... met die presentatie van All you Need Is Love, hoe heet die? Robert de uh, Brink. Brink verkleed als Zwarte Piet en parallel Sinterklaas naar een kleuterschool en dan, en dan kleuters kapot maken. Sinterklaas, <laughs> ah, dat is toch. <laughs> ja. Dat draagt me weg. Weet je, dat, ja. dat, is, dat is gouden televisie. Maar dat is. Als je nu naar Paul de Leeuw kijkt, ja, ik kan daar niet, niet anderhalve, anderhalve minuut naar kijken. Dan val je ja. gewoon in slaap. Ik heb hem zelfs Herpers van de Nederlandse televisie genoemd. is bejaarden ja. in Almere ja. vinden het niet meer leuk. Daarom heeft hij <laughs> ook geen kijkcijfers meer. Weet je, dat je denkt, god. Ja, Zo, dat maar programma... dat vind ik echt. Oh man, ik heb laatst nog gekeken. Dat was toen Paul de Leeuw had toen net kamaretten gewonnen. Dat is in, in de jaren 80 en 90 was kamaretten. De grote cabaretprijs. He, ja. de, uh, Hans Steeuw heeft die ook gewonnen. En Jack Spijkman. En, dan, en dan, dan in die tijd ging je automatisch. Werd je gerecruiteerd door de VARA natuurlijk. Want Cabaret was van de VARA. Dus Caitlin Warner van de VARA. Die nou, stond dan eigenlijk al in de coulissen. En als je dan gewonnen had, dan tikte ze op je schouder. En zegt: nou, nu ben je van mij. Zo ging dat. Uh, en, dan, en dan destijds dat Paul de Leeuw had gewonnen. En, en nou, dan kom je dus bij Sonja op zaterdag. Want er keken in die tijd nog 8 miljoen mensen naar. Ja. Uh, en, en, en ik heb dat, die uitzending dat Paul de Leeuw... Uh, en die komt. En, en, en dat was de eerste keer dat hij op tv was. Ah, jongen, die jongen komt binnen en, en, ja. en die uitstraling en die ja. gaat zitten achter die piano en dan speelt hij uh, Vlieg met me mee, geloof ik, naar de regenboog. Dan denk je, dit is echt een talent en, zo, en je wordt gewoon weggeblazen ja. bij wat je daar ziet. En dan denk je, wauw. En wie en heeft dan dat je... Daniel Arends of zo? Vind je die goed? Nee, ik, ik vind uh, al lange tijd ben ik niet meer zo. zo ik, ik volg het ook allemaal niet meer zo. Maar... Dat cabaret is natuurlijk ook wel een beetje. Zo, ja, het is een beetje opgehouden hè, bij Hans Steel. Hans Steel is van jaren negentig. Van je Hans Steeuwen wel, ja. Maar. maar uh, ja, het is gewoon. Ik, ik, verder volg ik niet zo heel veel. Ik vind wel nog. Die Peter Pannenkoek is een nou ja. van de weinigen die, die nog ook die tradities snapt van van stand-up, van snoeihard rente, Weet je, ja. ongeacht ongeachte reacties. En dat is de, en, maar dat is ook iemand die, ik heb hem wel eens gesproken, dat is ook iemand die echt ook, ja, die er zo in staat. Die ook echt dingen staat? haat. Oh, zo, uh, ja. Echt dingen ook, die ook echt, die ook echt boos kan zijn op dingen. Dus ook dan, dan dingen wil slopen. Zeg maar, ja. die heeft daar op die manier een, 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 uh, ja, die heeft ook dat, dat ontzettende negentig cynisme nog. Ja. Maar dat, en dat is het allerergste. Het is door het feit dat je, dat je, dat je uh, Claudia de Breij een oudejaarsconferentie een mag doen, moet genoeg zeggen. Dat je, <laughs> dat is, dat is, ja. Sowieso, het feit dat Claudia de Breij zo'n beetje nummer één in Nederland is, ja, in die alles. Mag, die mag dan de uh, ja. dochter van de koning interviewen. Ja, ja. hou op. Echt, ja. Dit, ik, ik kan daar helemaal niks mee. Echt helemaal niks. Nee. Maar het woord deug politie is al een keer gevallen. In ieder geval deug, deugen willen ze allemaal. Ja. Um, heb je dat dan eens een beetje onderzocht, wat dat nou vandaan komt? Ik bedoel, dat kunnen we toch niet alleen maar schuiven op de jongeren, dat die dat dan gewoon maar verzonnen hebben? Dat moet een Nee, uit, uit angst. Dat is hetzelfde. Dat is Weer dezelfde angst. angst waar we het net over hadden. Het is dezelfde reden waarom mensen graag uh, in beeld willen en waarom ze niet kunnen stoppen met, met, met hun dingen maken online. Is, is de angst. En ik merk dat die nieuwe generatie is nog nooit zo bang geweest om alleen te staan en alleen te komen nou ja. dan. Ze is ook angst. Ja, dat, dat, je dat je de groep verliest. Dat je er alleen ja, voor staat. Dat je, kijk, de Ja, kijk, een mens is natuurlijk een groepsdier. En je ziet heel erg. En het is ook een businessmodel geworden. Dat zie je aan grote bedrijven. Ja. De Unie leveren, weet je wel. Dat zijn die, die doen alleen nog maar deugen. Die doen gewoon elke dag een persbericht. dat ze weer uh, iemand van kleur hebben aangenomen. of, of, uh, of uh, gay-vriendelijk ijs hebben geproduceerd. En noem maar, maar op. En dat vinden die, die mensen natuurlijk niet ja, echt. Gay-vriendelijk ijs, hoor ik dat nou goed? Ja, ja dus dat is het. Goed. Dat nou, ik denk wel bij Ben Jerry's, dat is, oh, ook ja. van, uh, is ook van Unilever, maar dat zijn een soort woke-activisten. Woke mm. Dat is echt woke-activist, die is ijs geworden. Mm. Die willen hun ijs niet meer in Israël verkopen, weet je wel, dat soort gedoe. Mm. Maar uh, je, terwijl je weet, kijk, dit is natuurlijk, natuurlijk niet zo cynisch als, als een multinational. Ik bedoel, de aandeelhouders en, en, en de raad van bestuur van Unilever... Dat zijn, de, de, dat zijn mensen die werkelijk helemaal niets interesseren in welke mensenrechten of, 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 die doen of wat wel. dan ook. Dat zijn mensen die, die willen geld verdienen. Dat maakt ja. ze niet uit. En op deze manier kun je geld verdienen. En dat is een beetje het probleem geworden, en maar het, waar we het over hadden, was de publieke omroep, wat er mis mee is, is ja. dat die publieke omroep, um, da, dat, dat ook geworden is, die, is die, die mensen die er zitten, en je weet wie dat zijn. Dat zijn mensen die zijn dus bang voor hun baantjes, wederom. En die zijn heel bang uh, buiten de lijntjes te kleuren. Dus krijg je dat ze, dat ze met steeds grotere oekazes iedereen binnen de lijntjes trappen. Oh ja. En dan krijg je dus dat je, uh, zoals ik laatst hoorde, als je bij Radio 1 een radioprogramma moet presenteren, moet je eerst een boekwerk doorwerken voor de waarden waar radio 1 voor staat. Oh ja. Ja. En dat is dan natuurlijk dus inclusiviteit. En, en... Jij noemt het ook het politbureau, hè? Ja, dat is, het ook, dat is toch een pilietbureau? <laughs> volgens, mij, volgens mij. Maar het is echt nog veel erger. Er is ook nul democratische controle. Die zendermanagers, die ja. dat, dat, dat is echt Stalinisme. Je kan daar helemaal niks tegen doen. En die mensen die worden, die hebben geen controles, uh, die, die, die kunnen doen wat ze willen. Ja, is maar daarom is het zo belangrijk waar... dat we die columns ook schrijven en dat, dat jij er ook over praat. En, dat er, en dan kunnen we zet, worden wij weggezet als verzuurde oude lullen die uh, boos zijn dat ze geen baantje in Hilversum meer hebben. Maar volgens mij is het andersom. Dat, dat spreekbuis, dat hoort er te zijn. Zodat ja, al, die, exact. al die omroepmedewerkers die hun mond moeten houden, die fluisteren mij allemaal dingen in. Ja, ik schrijf ze wel op. Maar, nou, maar, ik, maar dat. En ik, kijk, het trieste is natuurlijk dat je nu steeds meer omroepmedewerkers hebt die zeggen: van ja, ik. ik ik, ik ga daar niet zitten, want, ik ga niet, want dan moet je dus elke keer ja. moet je dodelijk gaan vergaderen. Want, ja. Weet je, het wordt echt de creativiteit wordt gewoon uitgehaald omdat ze bang zijn voor alles. Ja, goed, maar je hebt dat dus gezien aan die, die Timur. Die is nu toch ook weggegaan? Maar, nee, hij zit er nog. Oh, ik dacht dat die wegging ook bij, ja. bij 3FM. Maar, maar goed, maar je hebt gezien wat er gebeurde. Ja. Dus, dus dat is dus het niveau waar het op aankomt. En dan, maar dan blaast uh, het zichzelf uh, ik... toch op, uh, 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 Bert? Bedoel, ja, dan, dan dat staat. gebeurt dus. Ja, dan weten we toch dat op een gegeven moment niemand er meer naar luistert, niemand er meer naar kijkt, want het is zo platgeslagen geworden, zo niet verrassend. Dan, Nou, uiteindelijk is het, is het gewoon, lost het zichzelf op, En komen mensen vanzelf bij de TPO-podcast uit, of bij Spreekbuis, of wat nou ja, dan ook. Nee. Ja, uh, maar goed, tegelijk, maar tegelijkertijd moet je nog steeds uh, 800 miljoen per jaar dokken als <laughs> ja. belasting betalen ja, voor de NPO. Dat is waar. En, en, en dat, is, dat is dan nog dat daar aan toe, maar dan denk je van, nou, het stand is toch leuk als de NPO ook iets voor mij maakt, maar dat is natuurlijk niet zo. Ja, heel uh, En, en, en het, nog groter wordt het probleem op het moment dat je gaat zeggen: ja, maar de NPO is voor iedereen. Hè? Wat krijg je dan? Dan krijg je ongehoord Nederland. Ja. Nou, weet je, dan hoeft niet. Dat, als, dat, als dat is wat, wat pluriforme uh, media uh, betreft, dan kun je het nog beter gewoon helemaal Stalinistisch maken. Well, dat, dat wordt het nog erger. Dat is dus het probleem. Dat die kwaliteit raakt alleen maar meer en meer fysiek. Het is gewoon, dan is er gewoon helemaal niks meer. En die gaat dan aan en, de poppetjes achter die omroep? Of waar ligt dat dan aan? Of worden ze tegengewerkt? Bij, nee, bij Ongehoord Nederland is het, is het gewoon amateurisme. Dat, dat is gewoon domrechts. Mensen die in complotten geloven en dat soort dingen. Hmm. Ik weet niet of je, of je, die, of je die, is dat Zwarte pietjournaal hebt gezien, van on, hoort ja. Nederlands, maar... goede staat op YouTube. Goeie, goeie genade, dat je denkt van, aan de ene kant is, is dus, dus, dus de uh, publieke omroep heel dichtgetikt ...en aan de andere kant hebben ze kennelijk ook geen enkele kwaliteitseis aan wie er toegelaten wordt. Hmm. Even over donaties, hè. Is dat dan het systeem van de toekomst? Ik bedoel, jullie, je, je, daarop drijft TPO, toch? Ik bedoel, uh, je... Nou, wel de podcast sowieso. Ja. En... Uh, is dat systeem voor de toekomst? Ja, dat hangt er maar een beetje vanaf. Kijk, uh, als, je, als, je, als je het heel goed doet, dan, dan, dan zou je uh, ook heel veel donaties ontvangen. Maar ik denk dat het, het, het aantal mensen dat doneert, is natuurlijk altijd, altijd beperkt. Het is een heel klein percentage. En als je er ook uh, uh, van wil leven, uh, of leuk van wil leven, of, of er serieus geld mee wil verdienen, dan. Heb je natuurlijk een, nog meer businessmodellen nodig, denk ik. Waar leef jij dan van, Bert? Nou, ja, van TPO. In je eentje. Ik bedoel, moet je daar naar nou, ja. houden? Nee, nee. En ik heb geen kinderen. Dus en, en, en ik woon samen met een, met een vrouw in een, in een land waar, waar het goedkoper is en ik heb ook geen vaste lasten. Uh, en dan had ik die wel, dan kon ik die makkelijk betalen. Maar ik, ik en mijn vrouw werkt ook. Dus maar. De, uh, uh, van de post online is wel, for, for, uh, uh, genereert wel uh, inkomen. Ja. Die maakt gewoon winst. Maar uh, als je alleen een podcast zou maken, dan, dan wordt het om te leven van alleen donaties, denk ik hmm. wel moeilijk. Wat heb je nog meer? Je hebt merchandise, ik zie t-shirts hangen, mokken. Ja, die leveren niks op. Nee? nee, of die leveren op, maar dat is. Uh, voor de fun. Die, voor de fun, want het, het die zijn zo duur om te laten maken dat je niet die prijzen nog hoger kan zetten. Dat levert dan een euro per ding op. Dus hmm. dat is geen. Uh, nee, nee, ik, nee de TPO levert wel op. Daar verdien ik wel gewoon aan. Want dat ik zeg: TPO-BV maakt gewoon winst. Maar dat is gewoon door uh, uh, advertenties en, en abonnementen en donaties. Dus ja. dan heb je een, een, een drie traps raket. Wa, wa, wat als je voldoende bereik hebt, wat iets, wat iets oplevert natuurlijk. En je werkt weer samen met Geen Stijl sinds kort? Ja. Uh, ik, ik, geen Stijl die. die kijk, wat het punt is, een beetje, is dat we. Als, als websites uh, geen stijl en TPO in een, in een hoek zitten waar lang niet alle adverteerders graag terecht willen komen. En je weet ook dat dat advertentiemodel ja, eigenlijk aflopend is. Binnen nu een tien jaar wordt dat elk jaar wordt dat moeilijker om daar geld uit te halen. Want ze gaan steeds meer naar Google en, en, en Facebook. Uh, en ze hebben steeds minder behoefte aan, aan dat soort sites. Omdat ja, die willen uh, een veilige omgeving, zoals zij dat noemen. En dat nou, komt er vooral neer op sites. Op, op, uh, media die dus inderdaad... heel inclusief en verbindend doen. Ook al menen ze het niet, maar dat voelen... adverteerders zich veiliger bij. Dus zeiden we, weet je wat, we kunnen het beste samen gaan werken... omdat we dan elkaar nou. Nou kunnen versterken. En dat, dat werkt in de praktijk toont Dat je uit, ik bedoel, uh, geen stijl krijgt veel meer links binnen, omdat ik ze op de website zet en vice versa. En uh, ja. ik vond het leuk om weer voor geen stijl te schrijven, dus dat doe ik dan ook af en toe. En als, als dank in voor kan ik, kan ik mijn headlines op geen stijl zetten en denk geen stijl mee van wat we op TPO gaan doen en wisselen auteurs bij elkaar uit. Dus het is een soort twee eenheid geworden, maar we zijn wel nog allebei een zelfstandige BV. Oké, okay, kruisbestuiving, slim. Nou, ik heb speciaal voor jou mijn Spaanse sloffen aangetrokken, want je zit toch op een Spaanse eiland. Valt dat nog een beetje te leven of bestaat dat eilandtaak niet meer? Moet je weg door die vulkaan? Nou, uh, ik zit aan de goede kant. Uh, en we hebben net drie dagen heel veel as gehad. Maar daar, daar, dat is nog weg te poetsen, want het is ook niet zo dat er meters as valt. Aan de andere kant van het eiland, de, de hele, de hele uh, westkant, is wel zo'n beetje bedekt met een dikke laag as. Bah. Dus als je, als je daar leeft, is het echt onprettig leven. Zeker nu. Nu regent het en dan krijg je dat het een soort heel dik en loodzwaar slip is. Dus dan, als het dan op je dak ligt, stort ook echt je dak in en dat soort dingen. En het gaat overal in zitten. Dus je kan daar helemaal niks meer. En de vulkaan begint wel uh, voor de mensen die aan die kant leven wel echt loodzwaar te worden, denk ik. Maar toch is dat gek. hè? Ik, bedoel, ik neem toch aan dat die redacties gewoon jou ook wel in een boekje hebben staan. Dat als er weer iets aan de hand is met zo'n vulkaan, dat ze als eerst aan jou denken en jou bellen. Nee, ben jij in het acht ben... uur journaal geweest met, uh, met je camera? Of, uh... Nee, nooit. Ik word nooit gebeld door redacties. Dat is toch gek? Ja, om... Nou, weet je, het is, het, je, je moet zeg, niet. Nee. Onders... Oh, nee, dat niet. Maar je moet niet overschatten hoe. Uh, Om journalisten nee, te zijn. Exact. Er <laughs> dit dit zijn echt heel veel journalisten die nog nooit van TPO hebben gehoord. En die ook niet weten wie Bert Bruss is of Patrick Kikke. Voor dit nee, met, uh, Tuurlijk. Uh, je, maar, het, ik bedoel, die link... kijk, het punt is dat, dat journalisten. Uh, die komen vaak niet verder dan wat viraal gaat op Twitter. Hmm. En, en, en als, 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 als uh, TPO iets maakt wat viraal gaat op Twitter, dan weten ze je wel te vinden. Uh, en, maar anders, dit is it, it, echt. Ik werd vroeger ook wel eens door, door talkshows gebeld, weet je, door, door, die, door die talkshow redacties. Maar dat is ook echt alleen. Dan moet je wel echt in, in andere media eerst komen voordat je opvalt. Ja. En dat is nog steeds zo. En dat, ik weet dat de hoofdredacteur uh, Gertjap Hoekman van nu.nl heeft dat ook wel eens gezegd. Van ja, we hebben. Kijk, dit is de grootste site van Nederland. Hè, die, is, die hebben dan 7 miljoen unieke kijkers, net zoveel als Telegraaf en AD. En uh, net zoveel als een Nos. Maar die zegt ook van ja, weet je, als wij een, een scoop hebben, en die hebben ze ook, die doen heel veel eigen journalistiek. ook van ja, het, 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 het leeft pas op het moment dat andere media het overnemen. Ja. Dus, dus, dus internet is, is gewoon, ja, is gewoon beperkt, te beperkt daarvoor. Moeten we met TPO dan niet op meer op scoops gaan jagen? Moet, u, moet je niet gewoon je, je netwerk een beetje uitbreiden en uh, je nou, oor open te als, luisteren? Als je mensen hebt die dat kunnen, als je zou weten hoe... momenteel doe ik het in mijn eentje. En het kost me al tijd genoeg om het überhaupt te vullen. Laat staan dat ik... Maar er is er ook uh, Per Brussen. Of ik, ik bedoel, er is er ook Bas Paternotte. Uh, ja, er, die werkt dus nu ook voor heel veel voor geen stijl. Omdat okay. ik heb, om, omdat ik uh, had gezegd, van, het is handiger als... Uh, geen stel dat deels overneemt, ook voor de, vanwege de kosten. Omdat ik ook, uh, ja, ik, ik heb wat minder, minder bezoekers, dus ik moet het toch weer een beetje opnieuw herinrichten. Dus ik geef nu ook een iets ander elan aan, omdat ik, dat ik er niet ook een beetje af wil. Dus van de, van de al te, al te uh, ja, hoe zeg je dat, al te grote klikbeet en, uh, mm. en, en domrechtse elan. Dus ik probeer het nu weer iets meer... Uh, centrum rechts te Dus iets meer als wat betrouwbaar medium. Maar uh, ja, die, heeft ook, die zit ook de hele dag filmpjes aan het monteren. Dat loopt heel goed op YouTube van debatten en dat soort dingen. Maar het is moeilijk om goede mensen te vinden. En laat staan dat je die ook mensen ook nog kan betalen. En dat die mensen dan ook nog eens een keer scoops leveren. Want hoe groot was de redactie in het begin. Toen je nog gesponsord werd door de vereniging Veronica? Toen had je een mannetje of vijftien? Nee, nee, dat is nooit We zijn begonnen met twee. Vier, vier of zo, vier of vijf. Wie waren dat? Uh, we hadden toen Marieke van der Zilver, en die werkt nu bij, al heel lang bij uh, RTL, Poli, RTL Nieuws, Politieke Redactie. We Joost Bakker, en die werkt nu al heel lang bij WNL als eindredacteur, dat is de eindredacteur van, uh, van die ochtendshow van WNL. En We hadden nog iemand, Stan, die werkt volgens mij al heel lang bij Radio 1. Uh, ja, dat was het wel, Bas Paternot en ik. Mark Koster heeft het ook nog heel lang meegedaan. Die, die, uh, ik ben het destijds samen met Mark Koster uh, ingestapt als, als een BV, dus onder, uh, met het geld van Veronica. Hij heeft dat boek over John de Mol geschreven, hè? Ja, ja, onder ja. andere. Ja, dus. dus het uh, als ja. columniste dan? Ja, ik heb nooit, nooit heel, veel, heel veel bekende columnisten. Nou, Sietske Bergsma heeft natuurlijk geschreven. Nee, die kwam, die kwam weer veel later. Okay. Sietske heeft een tijd geschreven. Die, uh, Linda Duits heeft heel veel geschreven. Uh, die is ook, ook wel, wel bekend geworden daardoor, denk ik. Uh, Sietske Bergsma heeft natuurlijk, natuurlijk wel een populariteitsboost uh, gehad daardoor. Uh, Wie het Duk heeft veel, ook veel aan TPO nog te danken gehad. Uh, maar goed, die, die ging dus naar de Telegraaf. Dan betaalt zich ja, dat nooit terug. Gaan die mensen dan niet daar eens iets voor terug doen? En gewoon eens een keer wat retweet, retweeten van jou? Of, uh... Jawel, maar, maar kijk, het, het punt is dat... Uh, wat je ziet is dat, dat TPO altijd heel goed... En dat ziet natuurlijk bij, bij meerdere kleine en start-ups... Dat ze heel goed werken als, als kweekpool no. voor talent. Maar op het moment dat dat talent boven komt drijven... Zijn no. er heel veel kapers op de kust die gewoon meer geld hebben. En die mensen, ja, die willen graag weg. Want die, de, ja, dat is natuurlijk het probleem dat die jonge journalisten, die op het moment dat een televisiezender ze vraagt, zeggen ze geen nee. Ja, dat begrijp ik wel. Wat wat ja, vind je trouwens sporten. van die, die, uh, die gast van, uh, van uh, SBS, die uh, politiek verslaggever, die nu ook vaker bij Veronica Insight zit? Ik ben zijn naam even kwijt. Dat lijkt wel een hele talentvolle jongen, die ook tijdens de uh, corona-persconferenties wel flink van Jetje durft te geven. Ik bedoel, als je hem niet kent... zijn ik, er an, andere mensen die jij echt enorm talentvol vindt nu? Van andere... Ik, uh... ik weet niet wie je bedoelt. Dus ik, ja. ik, kijk, ik kijk ook nooit echt die programma's. Dus, ik, dus ik, ik volg niet echt alle mensen wat dat betreft. Oké, okay. maar iemand die jij met veel plezier luistert of leest. Ik bedoel, je luistert ook andere podcasts, denk ik. Wat, 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 wat sla je niet over? Er uh, is eigenlijk niks wat ik, wat ik niet overslaan. <laughs> ik, ik ben echt zo'n monomaan. Maar ik vind wat ik lees. Uh, ik, vind, ik vind de columns in de Volkskrant van Sander Schimmel altijd leuk. Hmm. Ja. En daar ben ik een van de weinigen in, geloof nee, ik. Ook mooi. In, zeker vind in ook mijn mooi. hoek. Heel dat intelligent. Altijd, dat zijn altijd wel intelligente columns. Ja. Die podcast van hem, dat, dat luister ik niet want dat altijd. Dat is een beetje, ja. Dat leuk, veel, gekeuvel? ja dat, veel, veel gekeuvel? Ja, veel gekeuvel. Uh, ja, ik, ik, moet, ik, ben, ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet echt een diehard podcastluisteraar. Dus wat dat betreft... Wat doe je dan zo de hele dag, Bert Behalve aan tpo-werken? Nou, aan tpo-werken. That's it. Echt, nou ja, maar er gaat echt zoveel tijd in. Ja, dat in geloof internet. ik wel. En het een het, 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 beetje... Ik ben zo'n typische uh, internetverslaafde nerd. Een uur is niks. je mm. Je bent alweer al een uur uh, alleen al om, om je artikel uh, online te krijgen. Het is, het is, de tijd gaat ja. zo snel en dan... Ja, ben je ook wel weer op een gegeven moment moe. Je wil ook nog andere dingen doen. Dus dan nou, blijft er eigenlijk weinig tijd over. Ik ben ook gewoon niet zo heel goed in, um, in focussen. Echt dingen op de lange baan, daar ben ik niet echt goed in. Ik zou niet echt een, een, een boek kunnen schrijven, denk ik. Ik denk dan, ik kan dan alleen een uur of twee uur lang schrijven. Maar als ik dan ga slapen en weer wakker word, is het alweer weg. Dus dan weet ik <laughs> al niet meer wat ik gisteren geschreven heb. Dan ben je dus een nachtmens? Echt... Zit je vaak s'nachts nog te tikken? Nou, nou uh, eigenlijk van nature wel, maar uh, ja, ik, ik slaap dan gewoon samen met mijn vriendin. Die is nou niet echt bepaald een nachtmens, dus ik ga gewoon om elf uur of twaalf uur slapen. Oh, dat is ook maar niet echt uit... weer rock'n'roll, hè Bert? Nee, nee, helemaal niet. Nee, maar ik, ik... Ik drink ook bijna nooit. Ik gebruik niks. Ik rook niet. Dus, dus rock and roll. Maar ja, die tijd is ook wel voorbij. Als je 46 bent, dan op een gegeven moment ga je dat toch voelen. Zou ik dat nou is zeggen. waar. Maar is dat niet ik jammer? Weet. Want ik weet de tijd, de echt succesvolle tijd van Veronica. Toen lag iedereen te wippen met elkaar in de studio. Ja, maar dat is niet meer. Hè? Nee, dat nee is, de, 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 ik mis dat wel eens. Want ik denk dat neem je ja, wel ook ja. mee in het medium wat je maken bent. dus ja, maar dat is toch dat is echt echt en uh, wat je zegt uh, de tijd van, van van toen Veronica nog de, de tijd dat Alfred Lagarde nog, uh, ja. nog leefde zal ik maar zeggen en de tijd dat 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 nieuwe revue nog nieuwe revue was weet je ja, ja. Maar, dat is echt, maar dat is gewoon, die tijden zijn gewoon veranderd. Ja. Dat bestaat gewoon niet meer. En dat is er gewoon ook niet meer. Zouden we dat niet wel... kunnen vormen? Ik bedoel, stel nee. nou, jij schopt je vriend geen... eruit. Ik kom daar ja. wonen. Uh, ja. Er komen nog een paar uh, gasten wonen die niet op een mondje gevallen zijn. En de redactie van TPO zit gewoon op een eiland ergens. Trekt zich van niets of niemand wat aan. Gaat door tot vier uur s'nachts. Dan is die stoned. Dan... Nee, maar, nee, maar ik, het punt is dat, je, dat, dat mensen die, die die mindset nog hebben, zijn bejaard zoals wij. En daarvoor dus, daarvoor dus te moe. Uh, ja. of, of ze hebben te weinig conditie Omdat ze toch te over, over, over overgewicht zijn. Ja. dat hou je dan toch. Uh, en, maar of jonge mensen, maar jonge mensen, die hebben dat echt helemaal niet meer. Dat is echt, dat is echt, het is echt iets voor boemers. Het is ook echt, echt boemer retoriek. Weet je, de, de, de idee van hoe Veronica, weet je, dat, dat, dat uh, uh, Nico Glory en Rob Oud alle twee een matrasje. Hadden liggen voor om secretaresses te neuken en zo. Dat is natuurlijk iets wat, 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 wat gewoon niet meer, dat idee is natuurlijk totaal passé. Ja, Rick van Veldhuizen heeft daar speciaal een busje voor gekocht. En dan kon hij ja, ja, ja. niet ergens... oud, oud is Rick van Veldhuizen. <güls> 60. Ja, dit bedoel ik. Weet je, dit bedoel ik. <laughs> en de rest, bedoel, de rest die dat waren, van, van Rob Stennis tot aan Rut de Wild. Ja, dat zijn dan toch keurige, keurige Radio 2-helden, zal ik maar zeggen. Mm. Dus het is niet dat je denkt van uh, rock en roll. Dus dat komt niet meer terug. Dat moeten we. Ja, dat is gewoon weg. Hmm. Maar dat is. Dus dat is, maar dat is uh, uh, linie breed. De hele journalistiek. Dat romantische idee van journalistiek is gewoon niet meer. Kijk naar de New York Times. Dat is een soort, soort, soort woke-podium geworden. Waar, waar, waar deugen toch echt, echt het, het, het waarheidsvinden. en het objectief zijn van de troon heeft verstoten. Nou, dat vind ik een trieste conclusie. Je moeten we niet mee eindigen, want dan ga ik depressief dadelijk de deur uit. Is voor, wel, het is wel. En voordat ik het weet, rijk ja. rij gewoon door bij een zebrapad waar allemaal woke mensen over sta, steken. Dat moet ik gewoon. <laughs> <laughs> moet, moet ja, dan ga, je, dan ga je gas geven. Dat ja. is een risico. En dan is dat ook nog een regenboogzebrapad. Ook dat nog. En dan da krijg je wel uh, dat mensen je toch gaan zien als hate crime, denk ik. Oh. We moeten, laten we even hoopvol afsluiten. Bert. Ik bedoel, Is dit dan een hoopvol. fase? Nou, in de zin van, is het dan de, aan de volgende generatie dat er weer spannende radio gemaakt wordt? Dat er weer spannende documentaires gemaakt worden? Dat er weer dat er weer, dat er weer dingen ontstaan waarvan je denkt. Oh, god, dat je dat durft. Weet je wel? Ik, weet, ik, weet het. ik, ik, ik heb het idee dat in elk geval in, in de, de huidige generatie jongeren niet zo heel veel talent zit. En in elk geval niet het lef. Ik, ik weet niet hoe jij, jij hebt er meer kijk op dan ik, maar heb je iets, heb je iets ja. bij de radio dat je denkt, laten we de radio nemen? Nee, dus radio denkt, is voor van... jongeren sowieso een surfmedium. Dan moet je toch denk ik al op TikTok gaan kijken of op YouTube. Nee, maar ja. ik, ik denk wel dat, tenminste dat wat ik lees, dat die TikTok-generatie toch weer heel anders is. Dat die zich toch alweer. Die, uh, die durven veel, veel ja. meer zich ook alweer een beetje verzetten tegen die ja. millennial-generatie. Ja. Ja. Dus misschien dat je daar. Maar ik denk dat die millennial generatie daar hoef je niet echt, echt het. Nee, wat, het, het, zoals, het talent zoals wij dat zoeken zou ik maar zeggen: nee, dat zie ik niet echt gebeuren. En, nou, hmm, okay, en dat... ik denk dat je ook, ook dingen als dat ja, 3FM kun je gewoon afschrijven. Ik denk niet dat dat ooit nog goed komt. Nee, niet, niet op deze manier en met, met deze leiding, die inderdaad ook maar bang is voor commentaar. En, en zouden we dat ook nog wel dieper kunnen zoeken, nu we toch een beetje filosofisch psychologisch bezig zijn, Bert. Het, uh, het braafste jongetje van de klas willen zijn, hè? dat kan natuurlijk ook nog het alle oude verhaal zijn dat je hier gewoon heel braaf moet zijn, hè, zodat je ooit in de hemel terechtkomt. Nou, het heeft natuurlijk, natuurlijk wel een, een, zeker, een, een zeker een calvinistische achtergrond. Ja. Ja. Het is natuurlijk wel een soort sowieso doe maar normaal. Want dan doe je goed genoeg. Hè? Dus. dus Laten we zeggen, wat, wat Hans Steeuw deed, uh, dat is te wijten aan zijn unieke talent. Maar ik denk ook wel aan dat heel veel mensen die talent wel zouden hebben, zouden dat niet durven. Nee. Want ja, een beetje, beetje, beetje absurd, absurdistisch doen, dat is natuurlijk toch, toch iets, ja. Dat moet, je maar, dat moet je zeker in Nederland toch maar durven. En dat heeft ook inderdaad de, de braafheid. Ik denk dat de manier waarop radio voorbegeven wordt bij de NPO door, door Jurre Bosman... Daar zit denk ik toch een soort, ja, een dieper gevoel van uh, een brave borst willen zijn. No. Kijk, nou, Jure, Bosman, man, ja. Jure Bosman. Bosman kan wel gewoon naar feestjes. Terwijl jij en ik niet, Patrick, <laughs> maar, ja. Ja, De is, laatste keer dat ik bij de Gouden Radio Ring was, kwam zo'n radiobaas naast me staan. En die, liet nou, een, die liet een dikke vette scheet. En dan liep weer weg. Een ja, soort uh, gedrag. Ik, ik vond het, ik ben er één keer geweest ja? op dat ringegala in, oh, ja. in, in, in die oude studio in Hilversum. Uh, ja. Ik wist niet wat ik wat ik meemaakte. Ja. Ik had niet zo heel veel kennis van radio, maar het was wel heel heel ernstig, Patrick. Het is wel dat ik dacht van goede hemel, dit is wel. Ja, wat vond niet, je er zo uh, opvallend aan. Uh, um, je kon, echt, het, ja, je kon echt de testosteron ook ruiken van, van de egootjes die elkaar <laughs> ja, 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 ja. staan op te rijden. Ja. Ja. En dan ook, die tijd was, was uh, uh, hoe heet die? Die had het zo'n rare stem opzet. Mark Marie Huibrechts. Nee, die, die, die DJ. Uh, DJ met een rare stem. Corné Klein. Nee, die, die kleine, die, die zo gefrustreerd als het is. De kleine die gefrustreerd is, van welke zender? Die, die, die vroeger Radio 3 deed, die, die altijd zo zo met een rare stem gaat praten, die, die je laatst ook noemde. Een, een DJ of een sidekick? Nee, een DJ. Die nu ergens anders is. Niet meer, niet meer bij. Uh... En zit die wel nog op een zender ergens? Rick van Veldhuizen. Nee. nee. Wie dan? Giel? Ook niet. Wie? Nee, noem, eens wat, noem eens wat oude oude Hou rot in het vak. Ja, Stenders, die zet geen rare stem op. Oh, hier moeten we wel even opkomen, hoor. Ja, anders ga ik het wel, kan ik het wel even zoeken, maar. Uh... Noem nog eens een. Oh. Het lijkt wel hints dit. Ja, ik had net net is altijd zo benamen. Noem één letter. Even... Nee. Oh, jezus, rare stem. Er o, zit o, o. Een, andere, a, een andere stem op dan, dan die dan die zelf uh, heeft. Edwin Evers. Nee. Ja, dat doen ze eigenlijk, Rob voor Zomer. Is, ze doen het eigenlijk allemaal, die oude generatie. Die ja. zetten allemaal een stem aan. Nee, maar hij is niet, hij is iets minder oud. Iets minder oud. Wacht, ik moet, ik moet echt. Ja, even nou, dan komen we wel op. Want dit is niet, ik, dat vind ik zo irritant dat ik dat dan niet weet. Nou, dat is een mooi rustmomentje voor de kijker en luisteraar. Nee, ik, ik, als ik het zeg, zeg ik, oh die! die. <laughs> Bert, is oh. even aan het van googlen voor de mensen die nee, ik, niet de ik, video ik, kijken. Vreselijk. Oh, wat heb ik daar toch een hekel. Aan. Hij zat ook een tijd in het glazen huis, zichzelf op te geilen. <laughs> maar ja, die niet in het glazen huis. Oké, okay, hij zat in het glazen huis. Hij zette stem op. Hmm. Koen Zwijnenberg. nee. 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 Ruud de wilt ook niet. Nee. nee. Die hij lispelt. Lijst, ik ga hier. Ik heb een Wikipedia-lijst ja? met 3 m djs Oké. Okay. Voormalige DJ's. Hier ga je het ga... Ja, staat, dat zijn er nogal wat. Wie heeft er niet ja. gezeten? Grill Belen, ja. Waar ja, zit hij nu dan, die dishokje waar jij het over hebt, die mystery-DJ? Ik weet het niet meer. Weet ik echt niet meer. Heb ik zit hem ooit geïnterviewd? Waar... Je zegt, ik noemde hem laatst. In een column... ja Nee, in een, in een uh, WhatsAppje aan mij. Een gesproken Whatsappje. Dat ik me allemaal hem aan het ergeren was? Ja, nee, ja, je, 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 je deed... Gerard Ekdom! Ekdom. Gerard <laughs> Ekdom. Dat zei je. Je ja, appte mij en er ja. was een geluidsfragment. En die zei ja. ik doe Gerard Ekdom nou. Die had een andere stem op zit. Ja, ja. Dat, is ook ook, dat is ook zo. Maar ik vond... Uh, en die was op dat... Die had dan ook zo'n radio-ring gewonnen. Ja. Ja. Uh, maar die zag je echt... Uh, bijna zichzelf overstijgen ja. van, 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 van aandachtsgeilheid. Ja. Ja. En het was heel eng. Ik, en al die mensen die er waren, die waren ook allemaal op zoek naar aandacht. En ik dacht van, jezus, die radiomensen zijn volgens mij nog erger dan televisie. Ja, nee, daar zit echt een beschadiging onder. En ja, het waren en het, en ik, je hoeft er ook niet zoveel voor te kunnen om bij de radio te werken. Hè? Laat ik eerlijk maar zijn. De, en, maar de, en, en dat, dat waren dus, dus die. En er was ook een groep. En dat waren, er was zo'n oude garde, zo'n zo Edwin D garde en dat soort lui, ja. en daar sprak ik dan mee. En uh, de zelfovertuiging van die mensen dropen gewoon van af. Mm -hmm. Die hadden echt ook helemaal niet het idee dat ze een programma maakten, maar dat ze gewoon, ja, gewoon door God op aarde waren gezet. <laughs> Natuurlijk maakten zij maakte zij presenteerden zij dat. Ja, Terwijl ja, ja, ik ja. dacht: van je gaat straks gewoon weer voor de 183ste keer de top 2000 uh, enthousiast presenteren. En ik weet ja. niet hoe jij dat kan. Maar jij kan dat omdat ja. je jezelf gewoon helemaal kwijt bent. Dat je gewoon bij jezelf ook niet meer denkt, Gert Verderrie weer de top 2000. omdat ja. je niet, niet eens hebt afgevraagd of dat niet gewoon heel sneu is dat je dat nog een <laughs> keer moet doen. Ja, je dat bent is toch afgestomd. Ja, ik, ja, ik, 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 ik. Ik, ik snap niet dat zo'n top 2000, hè, dat dat nog bestaat. Uh, en, en dat die DJ's ...daar dat elk jaar exact hetzelfde doen. En dat je dan op het moment dat je dan weer Bohemian Rhapsody moet aankondigen... Mm -hmm. ...dat je dat dan ook vol overtuiging kan doen dat je dat ook echt leuk vindt. Nou ja, dat, dat komt door, dat er zoveel niet. mensen naar luisteren. En dan denk je, hé, hey, ik heb publiek, weet je wel. Ah, ja, je doet het ouwe. voor hun. Ik, dat is, dat, ik, ik, en ik begrijp ook wel dat je als DJ af en toe ja, iets moet. Weet je, weet je, ja, je, dat je, je kan natuurlijk niet elke keer bij alle muziek die je niet leuk... Of, hoe, hoe werkt dat? Mocht mag je, mag je wel als DJ zelf, zelf je bepalen muziek wat kiezen? je draait? Nee, nee. Dat is al lang niet meer. Dat was alleen maar aan Edwin Evers nog uh, toegeschreven. Die had dat in zijn contract laten zetten. Oké. Okay. Nee, dat was ook, is ook een van de redenen waarom ik gestopt ben bij Veronica. Dat je voor de 720ste keer U2 moet aankondigen. Terwijl ik het echt de meest kut bent, ooit vindt. Ik moest daar een concert doen. Nou, ik denk, jullie staan hier een trucje te doen. Weet je, je, voelt dat het gewoon ja, niet ja, ja. echt is. Ja. Nou, het maar is wegwerpmuziek. Dus. Weg, en ja, dan, dan valt het met zo ja. en Maar dat is dus uh, wat, wat ik dus niet trek aan die DJ's en denk van, ja, je, je weet toch zelf ook, je vindt dat toch zelf ook niet allemaal nee. even leuk. Nee, maar je, hebt maar je, je moet dan wel doen. Aandacht. Ah, goed, ik maar goed, ik weet niet hoe ik erop kom, maar dat kwam ook van dat, radio, dat Gala. En ik vind al die galas zo... Ik ben ook wel eens op dat televisie, ja? per ongeluk geweest. Hoe was dat? Nou, dat is, dat is net zo erg. Ja. Ik kan daar helemaal niet... Ik ben er ook heel gevoelig voor. Al die, al die mensen die... die zit ook al, Daar komen ook die... Uh, vooral die radiobaasjes. Die zijn honderd keer... En dat moet jij weten. Die zijn nog honderd keer erger dan die dj's. Mm. Dus dat, is, dat is echt... Dat zijn dolken in rugstekens. Dat zijn, dat zijn zilverrugbaviaatjes die elkaar zo hard mogelijk van de apenrots willen duwen. Ja, ja. Vreselijk. Vreselijk. Maar <laughs> je, 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 wat ik zeg, je voelt het meteen als je binnenkomt. Ja. Echt, dat je denkt tegen een de ja. deur. Dat is echt het testosteron en het ego. voel je echt. Maar dat is bij alles zo. Ik ben ook al eens op het boekenbal geweest. Nou, Schrijven een ego's, jongen. Hou op. Ja. Echt. Ja. Als je ze als je een machinepistool geeft, dan gaan ze meteen schieten op elkaar. Echt waar. <laughs> Het is echt niet te doen. Niet te doen. Het is me overduidelijk waarom jij niet meer in Nederland woont. Of is dit een wereldwijd nee, ik, fenomeen uh, onder artiesten? Nou, ik, dat is natuurlijk, natuurlijk wereldwijd. Ik bedoel, je kan natuurlijk geen topartiest worden als je niet ook heel geil op aandacht bent. Dus wat dat betreft, mm. een, een dosis narcisme uh, heb je natuurlijk nodig... Hè? Om, 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 om altijd die energie en die drive te hebben. Maar ik, in, ik denk dat het in Nederland wel, wel een... Ja, Nee, oh, dat komt omdat je in Nederland natuurlijk, natuurlijk nooit. Als je boven het maaiveld uitsteekt. dan word je alweer gekortwiekt. Dus daar, daar zit, er zit al snel een frustratie in. Of een soort dus Ja, of een soort beschermlaag. Ja. En uh, als je dan, dan ergens bent. Uh, wat je wil bereiken. Dan, dan, dan krijg je dat. Dan krijg je die enorme drive om toch vooral gezien te worden. omdat het zo moeilijk is ook. Ja. Uh, en dat, nou, ik moet zeggen, dat verschilt ook wel. Ik moet zeggen, bijvoorbeeld, iemand als uh, Giel Belen heb ik nooit zo heel erg zo'n zo zo haantje gevonden die, die, de, de, die de, de spotlight zocht. Uiteindelijk is hij dat gaan doen, ik denk omdat het van de vara moest en zo, weet je. Dan heb je een contract en dan moet je ook bij de wereld uit door gaan zitten of zo. Maar ik, dat vond ik altijd iemand die, die trouw maakt, leeft als een radiomaker. Hmm. Maar, die, maar die andere, bij die Gerard Ekdom dacht ik altijd van, volgens mij wil je liever gewoon heel bekend zijn, dan ja, heb je gewoon heel veel is issues. Het. Ik weet niet of dat zo is, maar dat lees je dan aan de geruchten van nou, Roddels. Is het is algemene opvatting over Gerard in het radio-wereldje zelf ook, dat hij opgestegen is en dat het vooral het pratende ego Gerard Ekdom is. Maar goed, hij is niet te voor en, muziek en radio. Nou ja, dat, dat vind ik wel. Het zijn, natuurlijk, het zijn natuurlijk mensen die, ze komen niet voor niks daar. Je moet wel iets kunnen. Ja. Ik bedoel, dat, vind ik, dat is te flauw om te zeggen, maar uh, ik, ik, het probleem is dat dat er gewoon dan heel snel meespeelt. en uh, in de huidige samenleving gebeurt dat dus heel snel, omdat je natuurlijk met social media en dat soort dingen daar ook veel sneller aan komt, en je bent denk ik tegenwoordig veel meer, ja, dat zie je ook aan, aan, aan dat Q-music, wat, wat dan is dan toch denk ik voor een deel, baseert het zijn succes op uh, de filmpjes op social media en dat soort dingen. De marketing, het is een grote marketing. De ma ja, de marketing, en dat, dat en daardoor moet je als DJ ineens ook een soort, ja, dan moet je ook in panels gaan zitten en, en quizzen, en dat dat lijkt me allemaal heel vreselijk. Maar ja, het, nou, het zijn is er zijn dat die, die 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 zitten te wachten tot hun telefoon gaat de hele dag. Of ze nog gebeld worden om uh, inderdaad ja, maar, aan te schuiven. Vroeger was dat niet zo. Weet je, heb ik, 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 ik kan me niet herinneren dat ik jou daarvan ken. Ik kende jou van de radio, s'nachts. Ja. Maar niet, niet van, niet van uh, de tv-shows. En dat waren bij ja. al die DJ's niet zo. Dat waren echt, echt nee. typische. Ik weet echt dat erop opstanders die, die wilden geen, geen webcam ja. ja, Ik heb een radiohoofd, geen televisiehoofd ja, zo. Dat is een beetje, beetje passé tegenwoordig. Hé, hey, maar Bert, je luistert dus geen radio, geen podcast, je kijkt weinig tv. Lees je dan boeken? Ik zie achter je stapel, kun je eens een paar boeken noemen die, dan, die iedereen gelezen zou moeten hebben nu? Ge I de, jezus, nou, ik, ik lees alle, altijd alles van Welle Beck. Ik ben altijd een enorm fan van Welleback. En ik Welle Beck, en ik ben een enorm fan van uh, Stephen King wat echt iets heel anders is de boeken, maar, niet de films? nou, dat hangt van de, van de film af okay. die heeft hele slechte verfilmingen maar ook een paar goede, niet zo heel veel hoor. Uh, nee, de boeken dat is, je, ik, ik, ik vind en als je wil leren schrijven, moet je dat soort boeken lezen, vind ik uh, Stephen King is, is, dat is nou maar dat is ook iemand van onze generatie, hij is veel ouder nog trouwens, maar uh, ik denk dat je niet meer, ik denk dat je dat soort schrijvers ook niet meer terug gaat vinden Hmm. Omdat dat, uh, Stephen King is iemand die gewoon ging schrijven. En uh, ik denk dat je niet meer, niet meer zo groot kunt worden zoals dat toen gebeurde. Dat is ook passé. Het is veel meer uh, versnipperd, zou ik, laat ik het zo zeggen. Ja. Stephen King, in, de, in het begin jaren zeventig, werd die... Werd die uh, 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 Carrie, zijn eerste roman, Nou dat was een bestseller. En daarna werd die wereld beroemd. En dat, dat heb je niet meer zo. Maar ging je? dat alweer over? Was dat over die auto? Nee, hè? Nee, Carrie is hond? over... Ook niet. Dat, goed, dat, dat meisje, meisje wat wordt gepest, maar wel uh, stiekem krachten heeft. En okay. dat is, die is verfilmd door Brian La Palma met uh, Sissy Spicek en de hoofdrols Carrie. Ook een van de weinige goede verfilmingen. Maar goede films! Werden ook alleen maar in die tijd gemaakt. Goede muziek, net zo. Het is allemaal die tijd. Wat en daarna verdomme. Het... Ik, ik ga daar echt mensen van het zebra pad rijden hoor. Ik bedoel... Ja, daarna is. <laughs> het is wel. Dat is, ja, jezus, het is wel een beetje kapot gemaakt door, door globalisering, door oververmarketing, door social media, door, door uh, uh, multinationals die, die Facebook, weet je, die alles wat leuk is opkoopt, in stuk maakt. Het is. Ik weet niet, het is, het, is, het is een. Dat is ook een schrijver die moet lezen. Uh, Brad Easton Ellis. Uh, geweldig. Zijn beste roman is, is Less than Zero. Dat is echt een roman die ik, toen ik hem gelezen had, dat je daar een, een week lang nog over. Na, van naduizelt. Hmm. Jo ja. Joost Zwaagman ook. Gimmick. Ik vond ook ik echt, echt, echt e epic. Joost Swagman zou een hele goede SS schrijven. Het is heel jammer dat hij dood is. Ja, waarom heeft hij zelfmoord gepleegd eigenlijk? Ik heb een documentaire uh, over hem gezien, twee keer hij, hals, maar ik ben er nog steeds niet achter. Dat is, blijft raadselachtig, omdat hij zijn vader heeft ook zelfmoord gepleegd. Ja. En hij, hij is altijd heel erg anti-zelfmoord Hij er Heeft uitgebreide uh, polemieken gehad met mensen die voor zelfmoord waren en voor eigen uh, doodskeuze. Dus het is bizar en ironisch, bijna dat hij zichzelf heeft opgehangen, maar uh, hij had uh, een, een, een ziekte die progressief was, ook iets, iets met zijn ogen geloof ik okay. daar. Uh, en dus, dus, dus daardoor wilde die niet meer, omdat die niet meer is wat ik ervan weet hoor. Ik bedoel, het is niet dat hij mij daarover mailde. Ik mailde wel eens met hem, maar, maar zijn dood kwam onverwacht. Nu we het toch over de dood hebben, hoe houdt hoe hoop jij te worden dan? Want als je nu op je 46e datzelfde hebt wat ik op mijn 47e heb, dat je denkt, nou de beste jaren liggen wel achter me, ik heb het meeste wel al gezien en gedaan hier, dan moet je er nou, nog ja. niet aan denken dat je 85 wordt of wel. Nou, je kan, je kan me prima, ik kan me prima vermaken. Ik heb, nooit, ik heb nooit dat ik denk, ik verveel me. Ik kan dus gaan lezen of series kijken en, ja. en, of online. Het is niet, dat ik, niet dat, ik, dat ik me verveel, dus dat, dat, dat gaat toch wel. Nee, oké, okay, maar je, je bedoelt die levenslust. Die, die is er wel een beetje uit, toch? Of niet? Nee, al heel lang, maar ik ben, ik ben niet zo'n energierijk persoon. Dus okay. ik, lig veel, ik lig veel op bed en uh, ik, 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 ik ben blij met de rust hier. Dus het, dus, en uh, het is zo relaxed dat je dat ook wel tot je 85 kan voorhouden. Maar ik, ik ben uh, altijd een beetje hypochondrisch. Dus ik ben bang dat ik voor die tijd al dood ga. Dus, dus nou ja, dan hoef ik me daar ook geen zorgen over te maken. Maar iemand noemde jou toch al... Ik kan nog een vraag binnen ook van een luisteraar een kijker, John uit Tilburg, die zegt... Ben je nog steeds een internetactivist? Nou, volgens mij hebben we daar net het antwoord al op gegeven. Nee, veel minder. Ja, en het is... En, en alle... Ik moet ook zeggen dat... dat uh, laat ik het zo zeggen. Als je mij 3 uh, miljoen geeft... Dan uh, hoef ik niet per se meer op internet te zitten. Nee, eigenlijk. niks meer. Nou, kantig. niks. Niks is wat anders. Maar ik ben wel... Uh, het lijkt mij heerlijk... Om nooit meer op internet te hoeven zitten. Echt? Ja, dat is wel. Ik ben daar wel een beetje klaar mee. En ik moet Kijk, de dingen die ik doe. In elk geval. TPO is om. Ja, ik zou niet weten wat ik anders moet gaan doen. Dat is niet dat ik een vak heb geleerd. Dus ja, je moet ergens geld mee verdienen. Maar je doet het omdat het moet. Nou, omdat het moet. Als ik het doe, dan heb ik wel een drive. Ja, maar. Ben je nog een internetactivist? Nee. Dus ik. Ik ga ook niet meer terug op Twitter of zo. En ik ga ook steeds minder, ben ik op Facebook. Uh, en ik, ik, sta, ik sta, ik ben, ik ben, ik heb wel eigenlijk, ik kan niet meer, ik niet meer, toen ik, tien jaar geleden kwam ik dat nog wel aan. Maar ik, al, die, al die prikkels ben ik wel een beetje zat. Ja. Ik ben wel overgeprikkeld geraakt en dat heeft natuurlijk ook te maken met de leeftijd. Ja. Dus ik ben dat activisme ook wel een beetje zat. En dat is, ik woon hier en hier zijn geen mensen. Dus hoe minder mensen om me heen, hoe beter. En, daar, en, en als je mij, mij een paar miljoen geeft dat ik, dat ik weet, ik kan de rest van mijn leven uitzingen, dan weet uh, dan, uh, ja, ik wel. Dan ga ik dus inderdaad heel veel lezen en zo. En okay. Misschien eens wat, wat andere dingen schrijven. Dat ze ook leuk zijn. Podcast maken is wel leuk, dat doe ik wel echt met plezier. Ja, misschien moet ik daarmee afsluiten, want dat doe je samen met Roderick Velo. Dat is toch geen ja. onbekende naam? Uh, hoe, hoe is die band zo sterk geworden tussen jullie dan? Want je zou kunnen denken, nou, als, als Roderick, van nou, ik, daar hou ik me niet mee bezig. Ik wil gewoon op het grootst mogelijke podium zitten. Ja, dat zou. Nee, maar Roderick is echt. <laughs> die, dat is een heel grappig verhaal. Maar die die haatroem. dat is echt iemand die. Uh, zoals hij het, die, ik ga niet voor hem praten, maar hij, hij is iemand die altijd, altijd. echt een audio nerd is altijd bij radio ja, gewerkt. Ook bij de, ook bij radio bij de, bij de ja. krakersradio radio en dat ja. soort dingen. En op een gegeven moment is die. Uh, uh, ja, dus inderdaad bij die televisie terechtgekomen. Omdat iemand zei van... Goh, wat je doet, je hebt echt een gouden stem. En eigenlijk ook wel een goede uitstraling. Wil je dat niet een keer uh, op televisie proberen? Nou ja, daar, daar, dat is dan een, een baan geworden. En dat heeft hij eigenlijk al heel lang gedaan hè, bij RTLZ. Uh, maar wat ik van hem begreep, is dat hij... Dat presenteren vond hij verschrikkelijk. Hij zei, nou ja, dat is je werk. Je moet het presenteren. Maar dat is iemand die helemaal niks heeft met... Met ben ik al in beeld. Dus dat heeft hij nooit... Uh, uh, nooit echt gezocht. En dat is iemand die ook echt wil maken, omdat wat hij leuk vindt. Ja. En die staat toevallig, staat hij erin, zoals wij. Die bleek gewoon echt. De eerste keer dat ik hem ontmoette, was ook dat hij mij herkende. Hij woonde uh, uh, dicht bij mij in de buurt, in Amsterdam. Dus hij, we kwamen elkaar tegen in de Albert Heijn. Heel cliché. Dat hij zei: hey, Ben jij niet uh, Bert Brussel? En ik dacht van. Je hebt een vaag bekende. Uh, ik dacht, die kale, waar ken ik die van? <laughs> dat, dat is, af en toe zie je dat je voorbij komen op RTL Z. En toen zei ik: ja, Ik ben echt fan van je stukjes en ik vind het echt mooi en zo. Nou, Oké, okay. en dus, dus we zijn we een beetje zo gaan mailen. Uh, en uh, nou, ik ging altijd op vrijdagavond naar, naar een specifieke kroeg, onze stamkroeg in Amsterdam. En daar kwamen dan ook die mensen van geen stijl en zo. Dus toen zei ik: van, Ik moet je ook komen, dat vind je wel leuk. Nou, daar kwam hij dan uh, ook uh, elke, elke vrijdagavond, dus daar ken ik hem van. Uh, maar dat bleek inderdaad dat hij, ja, hij zat gewoon op onze lijn. En het was echt iemand die, ja goed, die, die dan wel bij RTL werkte. Uh, maar niet omdat hij nou zo graag op televisie wilde presenteren. Ik geloof dat ook 80% van wat hij deed was echt gewoon uh, ja, bezig met het nieuws. Op ja. de achtergrond. Dus dat vond hij veel leuker. En hoe uh, vind je zijn columns in de Telegraaf? Ja, uh, nou, het probleem daarmee als ik ze lees, denk ik van ja, dit wist ik al. Dus het zijn eigenlijk altijd een samenvatting van die dingen die hij ook gezegd in de podcast. Maar, de -podcast dus, ja. ja, maar voor, voor, voor de lezer maakt dat denk ik niet uit. En dat zijn wel dingen waar ik het vaak mee eens ben. Ja. Dus, okay. dus uh, wat dat betreft. Uh, is dat prima, maar het is wel grappig dat je het zegt. Omdat iedereen die zegt dat, die er ook is dan verbazen Van goh, jezus, dat die Velo, wat ja, toch een soort bn hè. De, of, hij heeft geloof ik wel meegedaan destijds ooit aan Expeditie Robinson, geloof ik. Mm -hmm. Hij zat ook wel eens bij de wereld door. En tegen Willem Dank kennen mensen toch je kop. En iedereen, iedereen verwacht dan ook dat je net als de rest van de mediamakers ja. daar op een bepaalde manier in staat. En ik weet nog dat, we hebben wel eens voor de podcast uh, Dominique Wezi van, van, van Pauwnet en Geen Stijl vroeger geïnterviewd. En die zei dan ook van, goh, dat is wel verfrissend, Roderick, dat jij daar ook zo in staat als, ja. als, als, als mediamaker. Ja, ja, waarom? Ja, heet, hij heeft er altijd al zo in gestaan. Hij is echt iemand die altijd al aan die kant en, en dat het leukst vond. Dus dat kan, kan gebeuren, het kan verkeren, zou ik Nee, lekker authentieke vind. Nou, even tot Pro, promo praatje. Er is dus TPO.nl, dat is de website, er is de TPO podcast, de TPO mock. Wat wil je nog meer aan de mensen tippen? Wat geld oplevert, of bezoekers? Wat geld oplevert. <laughs> je, je, je kan doneren. En uh, als, je, als je miljonair bent, dan moet je dan maar, maar eens bellen. En als je zegt van uh, ik heb geld, ik heb er wel een paar tonnetjes voor over, kunnen we als het komende jaren een paar plannetjes maken. Dan misschien kunnen we nou, bijvoorbeeld met de Velo en met kikken en nog wat mensen dat we eens kunnen kijken of we niet meer dingen gaan doen. En dan geef ik daar geld. Dan moet je zeker bellen. Er zijn want wat... er die mensen zijn. Want ja, er zijn altijd mensen die niet weten wat ze met hun geld moeten doen. Maar wat blijft er nu liggen dan, Bert? Wat, wat kun jij nu niet doen wat, wat anders wel kon, als we gewoon een zak sponsorgeld uh, ophalen ergens? Weet ik niet, maar ik denk dat, dat, dat geld uh, en, 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 en meer mensen die. Die daarover mee kunnen denken, meer incentieven. Ik ben, bedoel, ik ben echt uh, zo, zo lui als Oblomov. dus ik, uh, ik heb wel heel veel ideeën, maar om ze uit te voeren is lastiger. En als er dan geld tegenover staan en mensen waarmee je dan over kunt sparren en die hetzelfde enthousiasme delen, dan uh, ben je meer geneigd... Om, om dat soort dingen ook te doen. Oké, okay. helder. Dankjewel voor je tijd. Veel plezier daarop. Mag ik zeggen welke Eiland? Ja, Lafoma. Ja. La Palma. Die van de, van de vulkaan. Moeten we jaloers zijn op de temperaturen? Hoe, hoe warm is het daar Nou, nu, nu even niet. Het is nu 15 graden en de regen komt al de hele dag met bakken naar beneden. Okay. Uh, en dat is eigenlijk alleen La Palma. De andere eilanden zijn uh, vaak uh, een stuk zonniger en zomiger. Dus, maar hier heb ik voor gekozen, want uh, veel regen betekent ook veel groen. Ah. Want hiervoor woon ik op Gran Canaria en dat is een soort woestijn. Dus, ja, met dus, heel de kakkerlakken. Ja, precies. En hier uh, is het wat meer, uh, meer Hollandser. Dan ziet het er in elk geval wat groener en bloemeriger uit. Nou, je hebt me wel aan het denken gezet. wel, ik, ik, uh, we in het begin op dat je hier in Nederland zo in de gaten gehouden wordt. Of je voortuintje wel in orde is, wat je in je karretje ja, hebt. Of wat je auto wel gewassen is. Ja. Heb maar, jij kinderen? Uh, ik heb een dochter, maar die woont bij de, uh, bij de moeder en de stiefvader. Ja, maar die is ouder dan vier, zou ik maar zeggen. Ja, dat klopt. Die is dertien, dus... Euh, nou, ik denk uh, dat mijn ouders er niet meer zijn. Ik bedoel, heb jij, leven je ouders nog? Uh, weet ik niet. Ik, 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 mag, ik heb al mijn vader... Mijn moeder is al op, was op een twaalfde al dood. En mijn vader een lul, dus die heb ik al twintig jaar niet gesproken. Okay. Dus ik mag hopen dat hij dood is, maar dat zal wel niet. Dan zal ik het wel horen, denk ik. Oké. Okay. Dus, maar ik had, ik had niets om, om... Ik heb geen kinderen en ook mijn werk... Dus ik hoef dus niet... Geen familiebanden dus, maar als je dochter is 13, dat is toch wel jong. Dus die ja. wil je natuurlijk ook af en toe zien. Of heb je een problematische. Ik nog niet. Die... Misschien na dit gesprek uh, wel. Nee, nee ja, dat je in een vechtscheiding, vechtscheiding zit. Ja, nee, ja. nee, ja. nee, maar dat is dan nog een reden om te blijven, ja. denk ik. En heb je, is jouw vriendin mee verhuisd naar Nederland of heb je die daar leren kennen? Oh, wacht, wacht, wacht. wacht, wacht. Wat hebben we? Ja. Hoe, uh, ik weet gewoon niet. Bij, bij mij lopen we nog, hè? Of komen we nu op onderwerpen die je niet wilt bespreken? You. You and... Ik. <laughs> er, ga, er gaat iets aan. <laughs> En ik weet niet hoe ik het uit moet zetten. Oh, dan stoppen we de opname gewoon. Dan bedank ik je, Bert. Het werd te privé, hè? <laughs> Kijk, hij is helemaal in de stress. Het universum grijpt in, Bert. Ik ga op en duwen. Ik, ja, waarom? <laughs> ik wil weten waarom. Waarom? Geen paniek. Het kwam op privéterrein. Die kant moeten we niet op. Bedankt voor je tijd. Ik ga heel even.